Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze 31ste editie van de serie over gebiedsontwikkeling hier in Pakhuis de Zwijger. En vandaag de spannende titel: Sturen op kwaliteit via tenders. Goed, u weet het natuurlijk allemaal beter dan ik. Amsterdam is weer één grote bouwput. Er wordt volop gebouwd. En sinds 2011 is het beleid van de gemeente Amsterdam om bouwkavels openbaar in de markt te zetten. En hierbij wordt dan geselecteerd op programma, duurzaamheid, geld en ruimtelijke kwaliteit. Nou, hoe gaat dat programma nou in zijn werk? Hoe krijg je uiteindelijk het gebouw dat je wil? En wat zijn de resultaten en lessen tot nu toe? Vanavond gaan wij in gesprek met de betreffende mensen in de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van dit beleid. De verschillende marktpartijen die hiermee moeten dealen of willen dealen. En betrokkenen in de samenleving die dit van belang vinden. Mijn naam is Natasja van den Berg en ik heb de eer dit programma te leiden. En het doel voor mij vanavond is dat er vanavond u aan het einde van de avond allemaal heel goed begrijpt hoe het programma werkt als u dat nog niet wist. Maar ook wat de argumenten zijn om de regeling zo te hebben als die is. En misschien ook wel enkele suggesties uit de zaal op te halen wat anders en beter kan. En dan zijn we om 10 uur, hebben we echt iets geleerd met elkaar. Deze avond is echt wel een leeravond, zou ik willen zeggen. Een exploratieve avond. We doen dat eigenlijk door een programma wat niet echt, soms niet echt des Pakhuis de Zwijgers is. Want we gaan eigenlijk best wel veel presentaties doen. Maar dat is nodig om de complexiteit van het onderwerp echt goed over het voetlicht te krijgen. En we beginnen zo direct met wat nadere toelichting van iemand van grond en ontwikkeling over het tenderbeleid. En dan komen er 3 presentaties. De eerste een flitspresentatie, daarna een groepspresentatie. Heel spannend. Of mensen dat dan kunnen binnen de samenwerken binnen de gestelde tijd. En daarna weer een presentatie, ook weer van 3 verschillende projecten die dealen. Ik leg de lat nu al hoog voor deze heren. En daarna is het ongeveer 8:45, iets over 8:45. En hebben we een paneldiscussie waarin ook u meedoet in het gesprek. Zo'n 3 kwartier. Tussen de presentaties geef ik ook steeds nadat de presentatie gegeven is ruimte aan u om een paar korte vragen te stellen. Niet al te lang en dan gaan we weer door naar de volgende. Om de sprekers een beetje te helpen is het altijd handig om te weten wie er in de zaal zit. Wie bent u? Nou kunnen we niet 170 man nu allemaal. Ja, als u nu allemaal uw naam roept, daar hebben we niet veel aan. Maar dus ik moet altijd een beetje categorieën doen. Dus wie werkte bij de gemeente Amsterdam? En nu weer allemaal andere mensen. Wie werkte bij grond en ontwikkeling? Bijna allemaal die hun hand... Nee, niet allemaal. Ongeveer de helft van de mensen die hun hand opstaken. Wie is projectontwikkelaar? Of werkt bij een projectontwikkelingsbedrijf? Oké, wie is architect? Dat is de meerderheid, de grootste groep tot nu toe. Ja. Wie is wetenschappelijk of via onderzoek betrokken bij dit onderwerp? Altijd leuk, is de academie aanwezig? Nou, jij moet de eer van de hele academie nu op je nemen. Heel goed. Wie is gewoon betrokken burger en zegt: ik ben hier gewoon als Amsterdammer geïnteresseerd in dit vraagstuk? Ah, heel goed. Welkom. En wie heeft nu nog geen 1 keer zijn hand opgestoken? Oké. Okay. Interessant. Even nadenken, waarom niet? Wie bent u? Ik ben En u bent geen burger van Amsterdam? U bent geen architect, geen projectontwikkelaar? Ah, oh, heel goed. Wie is hier gewoon als betrokken geïnteresseerde burger uit en die woont niet in Amsterdam? Zat dan? Nou, dat is een paar. Dan moet u wel uw hand nu opsteken. Ja. En wie heeft dan nu nog geen 1 keer? Wie zit er nog meer in de zaal die ik nu niet heb? Ja, wie bent u? En waarom bent u hier? Ah, de financiële sector. Heel goed. Zijn er meer mensen die horen in de categorie de financiële sector, die beleggen in woningen en die hier daarom aanwezig zijn? Of bent u de... U heeft de eer om deze hele sector te vertegenwoordigen vanavond. Dank. Nou, goed. Ik denk dat we de meeste partijen die we nodig hebben om dit gesprek op een beetje hoog kwalitatief niveau te voeren in huis hebben. We hebben de wetenschap, we hebben de financiële sector en natuurlijk de meeste directe stakeholders in de zaal. Goed. Laten we beginnen met de eerste presentatie. Een toelichting op het tenderprogramma. En ik vraag heel graag aan u om een Amsterdams welkom te geven aan Sjoerd Ooms van Grond en Ontwikkeling. Dank
Dankjewel. Even kijken. Hoe deze werkt. Ja. Ik had verwacht dat ik daar ook al mijn presentaties zou zien, maar ik moet toch af en toe nog omkijken. Dankjewel. Ik ben Sjoerd Ooms, coördinator van het onderhandelingsteam bij de gemeente Amsterdam. In die hoedanigheid coördineer ik ook de tenders. Goed om ook gelijk op te merken dat de bouwput die Amsterdam is en van alle kranen die er staan, ongeveer 20-25% het resultaat is van een tender. Eigenlijk alle andere productie wordt op andere manieren tot stand gebracht. Transformaties, herontwikkelingen, posities van andere partijen. Maar ongeveer dus 20-25% komt uit tenders voort. Oh, nou doe ik dus iets verkeerd. Heeft niemand mij uitgelegd natuurlijk hoe dat ding werkt. Moet hem even omdraaien. Ah. Ja. Gaat beter. En waar ik even langs wil vandaag is, wat houdt selectiebeleid in? Hoe doen we dat in de praktijk? Wat is de uitwerking via het tenderprogramma? Hoe borgen we de kwaliteit in tenders? Maar dat laat ik zo meteen verder aan de projecten en de experts over. En wat zijn de belangrijkste resultaten die we tot nu toe geboekt hebben? Die zullen ook tijdens de presentatie eigenlijk nog naar voren komen. Het selectiebeleid. Droge stof natuurlijk. Maar in principe, zoals net al bij de introductie werd gezegd, tenderen we alles. Maar we zouden de gemeente niet zijn als we natuurlijk ook uitzonderingen hadden. En die uitzonderingen zijn er voor bedrijfsruimte met eindgebruikers. Denk aan een loodgieter die zijn bedrijf wil vestigen op Sloterdijk. Die mag in één keer aan de slag. Maar ook aan bijzondere bestemmingen zoals cultuur en ontspanning, een museum of een concerthal. Daar zit niet veel concurrentie in die markt, dus die geven we direct, kunnen we die een plek geven. En de laatste categorie, dat is ook een bijzondere categorie, die is voor unieke projecten. Zoals het, bijvoorbeeld het Europees Medicijnschap? Agentschap Medicijnen. Ik wist dat ik hierover ging struikelen. EMA. Die heeft op deze manier een plek op de Zuidas gekregen. Dat was natuurlijk gewoon van groot belang om die direct te kunnen faciliteren. Als we die in een tender hadden gestopt, dan hadden ze zeker weten in Milaan gezeten. En de laatste gebeurt op een of andere manier niet zo heel vaak meer op dit moment bij gebrek aan belangstelling. Dat zijn eigenlijk de drie redenen waarom we niet zouden tenderen. Dus bedrijfsruimte, cultuur en ontspanning en unieke projecten. Nou, hoe werkt dat dan bij de gemeente? Wij werken met een tenderprogramma. Eigenlijk heel simpel, een lijstje met alle tenders die we dat jaar in de markt gaan zetten. Op dit moment, ik heb even een uitsnede genomen van de website die wij als gemeente hebben. Dus amsterdam.nl/tenderprogramma. En dit zijn de drie tenders die op dit moment actief zijn. Sloterdijk, een aantal blokken. Medeopdrachtgeverschap onder andere. Buiksloterham, een tender die we insteken op duurzaamheid. Zoeken we naar een zo circulair mogelijk gebouw. Hergebruik van materialen, hergebruikte materialen. En de Polderweg 1, dichtbij Oostpoort, winkelcentrum. Dat is een tender en die sluit mooi aan bij dit onderwerp die op kwaliteit is ingestoken. Nou, wat zetten wij dan als gemeente in de markt? Het is eigenlijk het zijn twee delen. De randvoorwaarden, daarin zeggen we eigenlijk van welk programma wordt er gevraagd. Wat zijn de bouwhoogtes, hoe ziet de bouwenvelop eruit? Waar liggen kabels en leidingen? Eigenlijk alle informatie die je als marktpartij nodig hebt om daar te kunnen bouwen, tot en met het contract aan toe, zetten wij erbij. En aan de andere kant, hoe komen we dan tot die selectie? We hebben een aantal selectiecriteria. En in het geval van Polderweg zijn dat dus collectieve selectiecriteria. En dan vragen we de markt om een zo mooi mogelijk, goed mogelijk plan te realiseren. Wat past bij waar de jury enthousiast van wordt. Dit is een scoop, zoals Charlotte dat zegt. Staat sinds vandaag op onze internetsite. Dit is de lijst waar we dit jaar aan het werken zijn. We hebben er dus al twee van gepubliceerd op dit moment. 19 tenders dit jaar. Je ziet verspreid over de stad, een beetje langs de ring eigenlijk allemaal. En hier wordt dan dit jaar aan gewerkt. En ik verwacht eigenlijk dat de meeste tenders, en wat je eigenlijk al de laatste jaren ziet, ook ingestoken worden met het voornaamste criterium kwaliteit. En een ander belangrijk punt wat we nu mee bezig zijn is circulariteit binnen het thema duurzaamheid. En iets nieuws, maar dat staat hier niet bij, is waar we aan werken. Omdat in Amsterdam zelfs ondertussen de kantorenmarkt weer krap aan het worden is. Is om te kijken of wij door middel van tenders kantoren in de markt kunnen zetten. Zodat ook die markt weer voldoende ruimte is om die economische ontwikkeling op gang te houden. Nou, en nog één stapje naar de kwaliteit en dan stop ik een beetje met kwaliteit. Hoe doen wij dat dan als gemeente? Hoe stoppen wij dan in dat hele pakket wat wij aan de markt aanbieden de uitdaging om kwaliteit te scoren? 1, het kan dus als een selectiecriterium zoals ik net aangaf.
Dan dagen we de markt echt uit om met de mooiste ontwerpen te komen. En dan kan het bijvoorbeeld zijn, leg een verbinding tussen dat deel van de stad en de wijk daarachter. Of maak een landmark in het water. Onder Sluishuis. Bijvoorbeeld een voorbeeld van op Eiburg. Lelylaan in Nieuw-West. Dus dan dagen we de markt echt uit en dan is de competitie draait echt om kwaliteit. Soms doen we ook tenders zonder kwaliteit als selectiecriterium. Dan kan het heel plat zijn, alleen geld. Of in ieder geval met een stukje duurzaamheid erbij dan. Daarboven is dat een goed voorbeeld ervan. Is Amstelkwartier. Veel van de tenders daar zijn toen de markt nog wat minder zat in de markt gezet met als selectiecriterium geld en duurzaamheid. Maar daar regelen we de kwaliteit na de gunning. Door middel van stedenbouwkundige plannen, supervisor en welstand. Is kwaliteit het enige wat ik meekrijg? Nee, ik moet nog veel meer regelen. Programmering, 40-40-20 is een hele actuele. Middeldure huur is daar een bekende van. Een betaalbare huisvesting in de stad. Ik zie daar een plaatje van Amstelstation op de zijkant zitten. Nou ja, daar hebben we inderdaad middeldure huur in de programmering opgenomen. Maar ook duurzaamheid, mobiliteit, bewegende stad. Hoe nodig een gebouw uit tot bewegen. Social return, wat geeft een gebouw terug in zijn functioneren aan de stad. En uiteindelijk ook natuurlijk het financieel verstandig ontwikkelen van de stad. Het zijn allemaal thema's die een plaats vinden in tenders en waar wij de stad weer een stukje mooier mee willen maken. En als we dan kijken wat we dit afgelopen paar jaar hebben gedaan, heb ik even de laatste 3 jaar gepakt... En dan zie je eigenlijk een verschuiving. 2015 is nog een beetje het staartje van de crisis. Toen waren we nog tenders in de markt aan het zetten, met voornamelijk op basis van geld als criterium. Maar je ziet echt een verschuiving plaatsvinden dat zeker in 2017 eigenlijk het grootste deel van de tenders het voornaamste selectiecriterium kwaliteit was. Dus dat we de markt uitdagen via ontwerpen een tender te winnen. En dan nu graag het woord aan de mensen die dat ook daadwerkelijk gedaan hebben. Of ben ik nou het gras voor jouw voet aan het wegmaaien? Oh, maar ik mag ook nog vragen doen natuurlijk, hè? Ach, ja. Nee, ik had beloofd dat we na elke presentatie een rondje vragen Tuurlijk. Zijn. Mag dat? Ja hoor. Ben je oké? Okay? Ja. Dit was zeg maar echt even de... Het kader. Heel snel, vogelvlucht, het kader van het tenderbeleid. Wie zegt, dan wil ik echt al nu nog even een vraag stellen, want ik snap iets niet of ik heb nare informatie nodig. Ja. Ja. Wie bepaalt wat voor criteria er wordt gehanteerd in het betreffende tender? Wie bepaalt het? Ja, nou, dat werken wij als ambtelijke organisatie werken we dat uit in samenwerking natuurlijk met de politiek. En hangt af van de locatie, van de opgave. Soms heb je die is vrij duidelijk. Ik kan niet helemaal terug, maar naar de Sluishuis, die stond gebouw in het water. Ja, daar kan je niet een simpel blokje neerzetten. Dus dan wil je echt dat kwaliteit een belangrijke rol speelt. In andere gevallen is de stedenbouwkundige setting zo duidelijk. Randvoorwaarden zijn heel helder geschetst. Dan kan het op een andere manier ingevuld worden. Maar er is geen inspraakmoment of zo waarin u co-creatie van die kritiek... Gebeurt ook. Ja, zeker. Maar dan komt zo meteen een spaarname schoollocatie. Komt daar denk ik een mooi voorbeeld van. Ja. Kan op meerdere manieren worden vastgesteld. Ja. Goed, is er een andere? Ja. Dacht ik ga naar die kant, maar dat is niet handig. Ja. Wie? U? Hoe zit het als een sociale huur in zo'n tender zit? Want dat kan alleen maar door woningbouwcorporaties worden gedaan. Ja, goede vraag. Daar hebben we dit is als waar het selectiebeleid wat voor als waar normale woningbouw of reguliere woningbouw is gemaakt. Voor de corporaties hebben we de afspraak gemaakt dat zij, als zij in tenders komen, dat ze of aangewezen worden bij de tender. Dat is bij Spaarndamme schoollocatie gebeurd, met eigen haard. Of dat we, ik zeg altijd maar even een lijstje met telefoonnummers van corporaties die in dat gebied sociale woningbouw willen realiseren, meedoen bij de tender. En dan kan de winnaar van de tender afspraken maken met de corporatie naar wens. Had u nog? Ja, 2 vragen. De eerste is, hebben jullie nog vacatures? Je bent uit de wetenschap, maar je wilt toch naar de gemeente. Ja. Nee, ik hou er alle opties open. Ja. Vond je mijn bronvermelding wel goed trouwens? Ik heb ik niet op gelet. Oh, nou, dat vind ik dan jammer. Vacatures, ja, de tweede vraag. In hoeverre is de hoogte van projecten van belang? Zeker nu die discussie zo erg speelt. Wat bedoel je met hoogte? Gewoon de fysieke hoogte? Ja, fysieke hoogte. Ja. Van,
Als wij een tender in de markt zetten, dan doen we dat eigenlijk binnen de kaders van het bestemmingsplan. Dus die discussie en ook de hele inspraakprocedure daar is dan al als het ware achter de rug. En daar heeft dan iedereen dan zijn zegje over kunnen doen. Dus meestal zijn we daar al eigenlijk maar klaar. Dus dan is dat geen echt issue meer. Goed, we gaan door. Want we krijgen nog heel veel van de specifiekere context van die tender gaan via die voorbeelden uit de praktijk. Ja. Dus geef hem een groot applaus. Sjoerd Ooms. Sjoerd, waren er nou vacatures of niet bij je afdeling? Hoe zit het? Was ik even vergeten? Oh, geen flauw idee. Ik heb een leuke baan, ik heb er nog niet naar gekeken. Nee. www.amsterdam.nl/vacatures, ja. Goed. We gaan naar de eerste presentatie uit de praktijk. En in mijn aantekeningen staat, zeg even dat het flitspresentatie is. Het is een korte presentatie. Hij duurt 10 minuten en voor alle sprekers, daar staat een klok en die tikt af. En hij is groen als je nog binnen de tijd bent. En als hij rood is, dan is jullie tijd op. En dat gaan we nu kijken of de eerste dat goed doet. Het werkt altijd echt als de eerste dat goed is. Ze is directeur van MVSA Architect, Charlotte Griffioen. Dan hoop ik dat ik hem wel goed omhoud. Nee. Ja. Flitspresentatie. Ik heb 35 slides, 10 minuten, dus we gaan ook echt flitsen. Maar ik dacht, het is een complex project en het is een heel leuk project. En wij zijn enorm blij met ons team dat we hebben gewonnen. Dus we willen vooral ook graag alles laten zien. Dus ik ga heel erg mijn best doen om jullie mee te nemen naar Crossroads. Ik ga even eentje terug. Crossroads is een combinatie van To Be Developed, de ontwikkelaar, MVSA Architects, waar ik zelf namens hier sta, FIAC Installaties, de Dakdokters, Garlic Vastgoed Marketing, nou, hele rits, Delva Landschapsarchitecten. Heel groot team, maar ook een heel groot project. Het gaat om blok 5 en 10 in Sloterdijk. Rondom de hemboog. Echt een punt voor kruispunten. Vandaar ook onze naam Crossroads. Dit is het kader wat we hebben gekregen van de gemeente. Dus onder andere een deel van de kwaliteit van de tender. Er werd een heldere massaopbouw gevraagd met een diversiteit in volume. En eigenlijk werd het kader al best wel erg geschetst. Daarnaast is er ook net een ontwikkeling geweest die mensen waarschijnlijk al kennen. Kavel N. De eerste ontwikkeling op Sloterdijk, die helemaal uitgaat van een heel groen principe, wat eigenlijk helemaal doorgetrokken wordt op de toren. En wij wilden daar graag bij aansluiten, want het is natuurlijk heel mooi om dat in één keer in één gebiedsontwikkeling mee te nemen. Dit waren eigenlijk de speerpunten die wij hadden in ons project. We wilden graag een hele sterke relatie tussen plint en openbare ruimte, een plek voor iedereen. Aansluiten bij de bestaande situatie, heldere opbouw, gelaagdheid. En een ander heel belangrijk item was duurzaamheid en water. Omdat het een groot probleem is op deze locatie, water dan. En duurzaamheid omdat het een grote onderdeel was van de tender qua eisen. Een EPC van minimaal 0,15 om maximale score te halen. Een sterke relatie wilden wij graag realiseren. Dus we hebben ervoor gezorgd, ondanks dat het een hele complexe locatie was, om elke keer op Maaiveld aan te sluiten. Waardoor het gebouw zich eigenlijk toont rondom. Een verschillende gelaagdheid in de opbouw van de materialisering. Want we wilden niet één groot blok neerzetten. Dus we hebben ervoor gekozen om een opbouw te doen tussen beneden, midden en top. Iets te doen met die bijzondere locatie, want we gingen immers onder de hemboog door. Een integrale duurzame oplossing. Met name ook geënt op meer dan alleen een groen dak of alleen het water opvangen. Wat wij graag wilden is dat de gebouwen echt gingen samenwerken. De ene toren is een woontoren met middeldure huurwoningen onder andere. En de andere toren is een studentenflat. En deze twee gaan samenwerken om de warmte en de koeling naar elkaar uit te wisselen. Een plek voor iedereen, dus ook voor de vogels, het groen, maar niet alleen voor grote woningen, maar ook voor kleine woningen. Alles van kleine studentenwoningen tot kleine appartementjes, maar ook wat grotere woningen. Een complex
complex plan, zoals ik al zei. We hebben een grote plint die gelaagd is opgebouwd met de, zoals ik net zei, studentenhuisvesting aan de ene kant, die door de KEI zal worden ontwikkeld. En daarnaast grote toren van 90 meter met middeldure huur met name. De plint. We wilden graag een open plint die een nieuwe gebied zou verlevendigen. Het is natuurlijk Sloterdijk voor de mensen die het kennen. Het is allemaal nog wel niet echt een woongebied. Dus hoe konden we het een woongebied maken? Ze wilden graag open, vriendelijk, functies die daarbij aansluiten. Woningen die zich openen naar het park. Wat daar gepland is met herkenbare kaders. Maar ook een beetje die stoerheid van Sloterdijk ook vasthouden. Op het middenstuk hebben we loggia's die eigenlijk rondvloeien met daktuinen, zowel gemeenschappelijk als privé, waardoor we ook wat meer groen kunnen geven aan de mensen die daar kunnen wonen dan alleen een balkon. En eigenlijk ons kleine geheim, zoals wij het noemden, de Secret Garden, de special van dit project en misschien ook wel een van de dingen waardoor wij het allemaal zo'n leuk project vinden. Onder de hemboog een speciale onderdoorgang waar we water bufferen, wat goed is voor onze duurzaamheidsambitie, maar tevens ook een hele bijzondere plek kunnen creëren. Waar mensen kunnen samenkomen, waar een café is. Maar ook eigenlijk de bijzonderheid van die plek onder die spoorbrug waarborgt. Het middenstuk van het plan. Het deel onder de woontoren. Dus zoals ik net al zei, grote groene terrassen die deels publiek of deels voor het hele blok zijn. Waar je kan barbecuen, waar je kan zitten, maar ook delen die privé zijn afgesloten. Hier zie je een voorbeeld van een indeling. Er lopen eigenlijk paden, maar ondertussen schermt het groen ook de huizen af. We hadden hier een hele grote uitdaging met geluid, want we zitten dicht bij het spoor. Dus het toepassen van loggia's, waardoor we een beter leefklimaat kunnen creëren. En daarnaast een studententoren die gemaakt is eigenlijk van een zwart volume wat we hebben verschoven. Met diversiteit in de gevel door onder andere lamellen toe te passen en een beetje groen. Want we snappen dat studenten nou eenmaal iets minder van hun groen zullen onderhouden dan de gewone burger misschien. Dus daarvoor hebben we gekozen om daar ook kunst te integreren. Om toch te zorgen dat daar een bijzondere plek ontstaat. En dan de hoge toren. Transparant, lang, hoog. En misschien nog wel een van de meest spannende dingen die wij hier gaan doen, is hem modulair opbouwen. Dus het idee is dat dit een volledig modulaire toren gaat worden, waar we eigenlijk dozen gaan inschuiven. We zijn momenteel nog aan het spelen. Wordt het beton, wordt het staal? Dat is het hele spel wat we gaan uitwerken. Maar het idee is dat je zowel in de module kan wisselen door een grotere woning te maken als dat later nodig is, maar ook kleinere units kan voorzien, waardoor we ook op de markt kunnen inspelen op langere termijn. En daardoor krijgen we eigenlijk een hele flexibele woontoren, zonder dat hij er eigenlijk heel modulair uitziet. Het idee van de toren is dat hij gaat meekleuren met de tijd van de dag. Dus het is een wat grauwere dag, zal die iets donkerder zijn. En als het wat lichtere dag is of de zon schijnt erop, dan zullen de tegels een glans krijgen, waardoor die eigenlijk gaat stralen en een soort baken in Sloterdijk gaat worden met zijn 90 meter. Met een hele mooie kroon aan de bovenkant. Met misschien wel een van de mooiste uitzichten van Amsterdam. En ik heb het net niet gehaald. Mooi, dankjewel. Hij is al weg, ja. Heel goed. Vragen, als je deze presentatie ziet. Want nu heb je vooral verteld over hoe het project eruit ziet. Wij zijn nu allemaal, wij willen nu allemaal dat appartement kopen. Of is het allemaal huren? Het grootste deel is huren. Oké, we willen allemaal huren. Heel goed. Dus dat is je gelukt. Maar nu was de vraag, het gaat over tenders vandaag. Ja, klopt. Dus kan je nog een klein beetje uitleggen. Heeft die tender nou gemaakt, had dit zonder die tender ook mogelijk geweest? Of hielp het?
Nou, het hielp zeker, want er waren natuurlijk heel veel kaders gegeven rondom. Dus zoals ik in het begin al zei, het kader van stedenbouwkundig was eigenlijk helemaal geschept. Daar is natuurlijk ook op getoetst. Er was een preselectie die ook behoorlijk zwaar was. Dus we zaten eerst een soort preselectie, hebben we met z'n allen gedaan, waardoor we daarna in een volgende ronde kwamen met 5 marktpartijen. Die allemaal hun plan op dit niveau hebben uitgewerkt. Dus er wordt behoorlijk... Hadden ze zo'n presentatie? Ik heb de rest niet gezien, okay. Want dat is helaas zo natuurlijk. Maar ik ga ervan uit dat... Wij kregen in de brief te lezen dat iedereen kwaliteit had geleverd. Dus ik ga ervan uit dat iedereen kwaliteit heeft geleverd op dit niveau. Dus ja, zoals je ziet, dat vraagt om een heel ver uitgewerkt plan... met heel veel dingen al uitgedacht. Ik denk dat daar zeker wel kwaliteit in geborgd wordt op die manier. Ja, absoluut. Goed. Wie heeft een vraag? Is ook duidelijk waarom jullie hem gewonnen hebben, de tender? Ja, het was het mooiste plan natuurlijk. Nee. De jury. En wat was? Heb je het commentaar van de jury gelezen? Dat hebben wij natuurlijk gelezen. En vertel, wat stond erin? Ik kan eerlijk vertellen ook dat wij hebben heel erg goed gescoord op duurzaamheid. Dus vooral de duurzaamheidsambitie die wij hebben neergelegd in dit plan is zeer goed beoordeeld. Daarnaast is ook de innovatie heel erg beoordeeld. Dus het feit dat we bijvoorbeeld modulair wilden bouwen is goed beoordeeld. Dat was niet een van de eisen in de tender. Dat is onze eigen toevoeging geweest. Ja, ja. En het aansluiten met de verschillende maaiveldniveaus is ook zeer goed beoordeeld. In dat opzicht duidelijk een aantal punten. Ja, ik had een vraag. Is de constatering dat studenten geen zorg zouden willen dragen over hun leefomgeving, is dat een aanname of een feit? We durven het aan. Nou, mijn eigen studententijd misschien. Dus ik weet niet of dat het beste voorbeeld is. Maar het gaat met name dat wij denken dat er een deel onderhoud zeker bij hun kan zitten. Maar dat je ook kwaliteit kan toevoegen door bijvoorbeeld kunst. Waardoor er minder onderhoud is. Meneer is nog niet tevreden. Maar wat zou je als ontwerper kunnen doen om die studenten de ruimte te geven om eigenaarschap te nemen over hun eigen groene leefomgeving? Want zij moeten het met die planeet doen die... naar de kloten gaat. Ja, dat is denk ik wat meer initiatief ook. Die zal liggen bij de kei in dat geval. Was nog hier iemand met een vraag? Ja. Heb je gedacht om eigenwijzer te willen zijn? Dat je dacht van, dat is een vervelende of lastige randvoorwaarde. En eigenlijk willen we daar buiten springen. En eigenlijk ook een hint meegeven als een soort van... we hebben dit plan A, maar we hebben ook een plan B... Het is een hele goede vraag. Ik kan hier verklappen, en dat weten waarschijnlijk ook heel veel mensen in de zaal. Hiervoor was er een tender, die heette Kavel N. Die hebben wij niet gewonnen. Omdat we dat hadden gedaan. Dus het is niet... wij hebben er bij deze tender heel specifiek voor gekozen om te bedenken... de mensen die deze tender in de markt hebben gezet, hebben lang nagedacht over... waarom iets een bepaalde vorm heeft of waarom de randvoorwaarden daar zijn. En... aangezien er geen dialoog mogelijk was tijdens de tenderfase... hebben we er expliciet voor gekozen om heel erg binnen de kaders te ontwerpen. Ja, ja, maar toch zoiets als modulair toe te voegen. Ja, dus je voegt wel iets toe vanuit jezelf... maar wel binnen de context en de kaders die er gegeven zijn. Okay, ja, nou, dat lijkt me een onderwerp wat we nog later op de avond misschien wat meer gaan bespreken. Dank zover. Wilt u echt eens het dwingend? Ja, ik geloof het, ik zie het. U kijkt heel streng, ja. Wat zijn de verwachtingen opzichte van modulair in de loop van de exploitatie? We zijn, zoals ik zei, is het echt voor ons ook de eerste keer dat we dit op zo'n grote schaal gaan doen. Dus we hopen dat we in de loop van een concept kunnen ontwerpen wat gedurende de tijd mee kan. Maar dat is echt de uitdaging die nu voor ons ligt. En dat maakt voor ons ook dit project onder andere zo enorm interessant. Ja, dat gaan jullie gewoon leren eigenlijk. Ja. Eigenlijk wel. Met elkaar. Ja, ja. Met elkaar. Ja, okay. Precies. Dankjewel, Charlotte Griffioen. Goed.
Dan is het nu tijd voor het tweede project, ook een tender. En gaat over het Spaarndammer Hart. En het team komt nu echt helemaal op het podium. Joop Gerrits, de projectmanager bij het projectmanagement planbureau van de gemeente Amsterdam, sorry. Hans van der Sand, senior ontwikkelaar bij Heijmans. Karel Niestel, specialist co-creatie bij gebiedsontwikkeling. En Onno van Densen, coördinator acquisitie aankoop bij Eigen Haard. Goed. Team, kom op het podium. Hebben jullie een soort spreekvolgorde? Willen jullie allemaal op het podium staan of juist niet? Wie trapt eraf? Ik. Oké. Volgens mij is er eerst een filmpje. Maar er is een filmpje gelukt van Heijmans. Oké. Geef ze even een groot applaus, dit team. En dan wordt de prestatie gestart met een filmpje. Succes. Dit is de stad. Mijn stad. Daar waar het bruist. Dag en nacht. Het leeft in Amsterdam. Ik kies voor de charme. De energie, samen of met mijn gezin. Het is de verbinding tussen lokaal en import. Nieuwbouw en de Amsterdamse school. De verbinding ademt, binnen en buiten. Het is de architectuur van nu. Met ruimte voor ambitie. Om te wonen, te ondernemen en te delen. Hier leef ik. De verbinding. Ik had het ook nog niet gezien hoor, voor mij voor hier. Goed, even kijken. Dames en heren. Heb ik me goed? En de microfoon alsnog. Mijn naam is Joop Gerrits. Ik ben projectmanager bij de gemeente Amsterdam. Jullie hebben net van alles gehoord over tenders. Maar zo'n tender is er natuurlijk niet zomaar en in één keer. Dus wat ik wil doen is jullie een beetje een kijkje in de keuken laten nemen van hoe dat dan tot stand komt in de voorfase. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dan ga ik natuurlijk de verkeerde kant op. Dit is de stad. Ik ga het presenteren samen met Onno van Densen. Hij is van Eigen Haard. Met Caro Niestel. Zij is bewonersondersteuner. En met een mystery guest van Heijmans. Ik weet zijn naam wel, maar hij staat er ineens niet meer op. Ik weet het ook niet waarom. Wat ik wil laten zien, waar ik jullie op wil trakteren, of waar wij jullie op willen trakteren, is van hoe komt nou eigenlijk die kwaliteit in projecten tot stand. En ik wil jullie ook de lessen die wij geleerd hebben, wil ik met jullie delen. Nou, zoals jullie misschien weten, wij werken in Amsterdam met een plaberen. Dat is een manier waarop we projecten eigenlijk in fases tot stand laten komen. En iedere fase die we daarin hebben, die laten we ook met een besluit afsluiten, zodat er ook een piketpaal wordt geslagen en zodat er iedere keer een volgende stap wordt gemaakt. En die tender waar het iedere keer nu over gaat, dat is eigenlijk pas aan het eind. We hebben natuurlijk in eerste instantie gewoon verkenning. Gaat er een project komen of niet? Vervolgens gaan we haalbaarheidsonderzoeken doen. Daarna wordt eigenlijk het plan gemaakt in fase 3. En ook de grondexploitatie wordt opgesteld. En vervolgens, dat noemen we de uitvoeringsfase. En dan komen we eigenlijk pas op het moment dat er een tender is. Nou, en met name die fase 3, dat investeringsbesluit, dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel voor het formuleren van de criteria en voor het formuleren eigenlijk van de ambities en van de kwaliteit. Want er was natuurlijk al een vraag over van wie bepaalt dat nou en hoe gaat dat nou. Zo'n investeringsbesluit bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Of eigenlijk 2, maar ik maak er 3 van. Aan de ene kant heb je het stedenbouwkundig kader of het stedenbouwkundig plan. En aan de andere kant heb je de grondexploitatie. Dat stedenbouwkundig kader, dat bestaat eigenlijk wat mij betreft. Ik als projectmanager heel veel ruimte te geven aan de ontwerpers later. Dus wat ik doe is alleen maar de rooilijnen en de hoogtematen
Dus echt de bouwenvelop, dat is die piramide die stelt dat voor. En we geven een aantal kavelregels mee. De Ten Commandments noem ik ze maar. Ik heb het altijd, ik kom tot een stuk of 10. En in die 10 kavelregels, daar staan eigenlijk de ambities in. En die worden ook vastgelegd en besloten door de gemeenteraad. Daar staan eigenlijk de ambities in en de minimumeisen waaraan een plan dan later moet voldoen. Dat begint al daar. En die 10 commandments, die kunnen dus tot stand komen in overleg met bewoners. Dit is dan ook eigenlijk mijn stelling en daar ga ik jullie meenemen. Mijn stelling is dankzij participatie meer kwaliteit. Hoe komt dat? Als ik zo'n project doe, die pijlen, helaas, ze zijn niet veranderd. Ze stonden eerst wat neutraler. Het lijkt nu alsof die tegenkrachten zijn, maar dat is niet zo. Als ik een project doe, dan heb ik te maken met allerlei krachten om me heen. Dat is de politiek die zijn gang gaat. Dat zijn de bewoners die natuurlijk een grote invloed hebben op zo'n project. En de ambtenaren. Ik bedoel, ik heb 10 commandments, maar als ik mijn investeringsbesluit wil indienen, dan heb ik een waslijst van 87 checkpoints die ik allemaal moet nalopen om mijn project erdoor te krijgen. Nou, dat zijn allemaal ambtelijke hobby's, ik weet het niet zo goed. Maar ik moet ze wel allemaal afvinken, dus dat is een hele belangrijke kracht. Maar ja, de politiek en de bewoners, dat zit natuurlijk heel dicht ook bij elkaar. Als bij de bewoners niet voldoende draagvlak is, dan gaat het bij de politiek natuurlijk ook vaak lastig. Als wij als gemeente een buurt ingaan met een project, dan denken wij dat wij het Sprookjespaleis in de buurt gaan neerzetten. Nou, die bewoners die hebben daar een heel ander beeld bij, want die denken aan een spookpaleis. En dus, waar zetten de bewoners op in? Hou het nou maar alsjeblieft groen. Want er is al zo druk hier en er wordt al zoveel gebouwd. Hou het nou maar groen. Nou, en dan is het dus eigenlijk mijn kunst. Ik ben natuurlijk niet voor niks als de held van het verhaal afgebeeld. Om ervoor te zorgen dat al die partijen bij elkaar komen. Dat er evenwicht ontstaat. Dat iedereen uiteindelijk het gevoel heeft van, hé, hier ontstaat een iets wat rechtvaardig is, waar we ons in kunnen vinden. Dat ieder zijn deel heeft. En met name in dat proces ontstaat er natuurlijk heel veel discussie over, wat is nou eigenlijk goed op deze plek? En met name als je dat met de buurt doet. Caro zal er ook straks op ingaan. Maar met name in dit proces, om dit evenwicht te krijgen, om daar ook straks, voor mij dan, een politiek goedgekeurd besluit over te krijgen, wat ook gedragen wordt, waar iedereen van zegt van ja, dat is goed, dat is mooi. Daar heb je dus heel veel discussie met elkaar. En daar krijg je eigenlijk de totstandkoming van ambities en de discussie over wat is kwaliteit, wat is goed, wat willen we hier, enzovoort, enzovoort. En toch, ik heb ook wel meegemaakt bij projecten dat het ook niet helemaal lekker loopt op een gegeven moment. Dat de gemeente het of te veel uit de hand geeft. Voorbeeld, ik weet eigenlijk niet of ik het moet zeggen. Maar er zijn ook projecten waar de gemeente nog wel eens op zijn achterhoofd kan krabben. Van, hebben we dit nou eigenlijk wel zo handig aangepakt? Projecten waar uiteindelijk toch niet gekomen is wat we ervan verwacht hadden. En dat kan komen omdat kaders niet helder waren, omdat invloed niet duidelijk was, hoeveel en hoe ver dat ging. Maar ik zeg altijd tegen de mensen met wie ik werk, ja jongens, jullie mogen meepraten, maar uiteindelijk de gemeente besluit, want het is gemeentegrond en het gaat over algemeen belang. En dat is een afweging tussen algemeen en individueel belang. Nou, dit is mijn praatje. Caro? Ja, ik ben er al doorheen. Dacht ik. Of niet? Ik weet het eigenlijk niet meer. Doe het drukken er gewoon op. We gaan gewoon drukken. Ja, dat is Caro.
Nou, we hebben het over kwaliteit, maar wat is kwaliteit? En dat is eigenlijk voor iedereen die in het proces werkt heel verschillend. En je ziet ook natuurlijk dat professionals een heel ander beeld hebben bij kwaliteit als omwonenden of bewoners. En ik denk dat alle perspectieven bij elkaar gewoon goed zijn. Juist zeg maar dat iedereen zijn eigen invalshoek heeft, dat maakt dat een project heel compleet wordt. En dat het niet maar alleen vanuit een heel eenzijdig beeld wordt neergezet. Nou, dit is het beeld. Dit is eigenlijk wat bewoners graag wilden. Dat was bij de Spaardamme school heel duidelijk. Liever geen gebouw, maar gewoon licht, lucht en ruimte. Veel groen. Prachtige bomen stonden er op het terrein. Dus dat was ook een heel belangrijk item. En men vond eigenlijk van, nou, dit is zo mooi. Het hoeft helemaal niet bebouwd te worden. Maar goed, dat ging niet door. En dan was de vraag van, hoe gaat het dan wel bebouwd worden? En daar zijn stevige discussies over gevoerd met Joop. En Joop heeft er ook weer stevige discussies over gevoerd met zijn achterban. En dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk bewoners eigenlijk best, vind ik, veel hebben in kunnen brengen. Met name dan als het gaat om de bouwhoogtes bijvoorbeeld. Die zijn in het onderhandelproces naar beneden gegaan. Maar ook de diepte van de blokken, die zijn minder geworden. En bewoners hadden hele duidelijke visie op kwaliteit. En hoe we dat hebben gedaan is dat het deels natuurlijk in de tendervoorwaarden is meegenomen. Maar deels heb ik ook samen met de bewoners, waarvan er ook eentje in de zaal zit, ook nog een aparte brief geschreven die we als bijlage bij de tenderstukken hebben gedaan, waarin bewoners of omwonenden eigenlijk nogmaals hebben uitgelegd wat is nou belangrijk voor ons. Want ze hadden een stem bij de tenderprocedure. Ze mochten meebeslissen over wie er zou winnen. Nou ja, dan is het ook wel zo eerlijk dat je van tevoren vertelt waar je op gaat letten. Want anders is het voor een projectontwikkelaar een beetje een tombola. Dus vandaar dat we ook nog eens een keer de brief erbij hebben gedaan. Er is een dia weggevallen. Dat is de. Ik wilde laten zien hoe het uiteindelijk geworden was. Maar die dia is helaas. Nee, die is weggevallen. Maar uiteindelijk, wat heel erg leuk was, is dat degene die gewonnen heeft, die heeft heel goed naar de bewoners geluisterd. Het is een heel alzijdig gebouw geworden, maar met name ook de achterkanten waar de bewoners op uitkijken, heeft heel veel kwaliteit. En een ander ding is dat de aanwezige bomen op het terrein, die worden allemaal netjes bewaard. Heel veel worden herplant. Dus in die zin is er gewoon heel veel kwaliteit toegevoegd aan het ontwerp door de participatie van de omwonenden. En dan komt nu mijn opvolger. Dit knopje. Ja, dankjewel, Caro. Ja, mijn naam is Onno van Densen van Eigen Haard. En jullie zien een heel mooi plaatje. Dit plaatje is geschoten in de Spaarnamme buurt. Een buurt waar je ook veel kinderen ziet. En Eigen Haard, om een beeld te schetsen, wij hebben ongeveer 260 sociale huurwoningen in deze buurt. En hoe denken wij nou over kwaliteit? En om daar een antwoord op te geven, hebben we allereerst goed gekeken van welke doelgroepen zitten er nou in dit gebied. En daar kwam eigenlijk uit dat dat zeer divers is, maar dat we toch wel heel veel tweekamerwoningen hebben. Terwijl onze doelgroepen, nou hier zien jullie, dit is een hele belangrijke, dat die daar ook best sterk aanwezig is. Nu is het natuurlijk heel erg eenvoudig van hoe denk je nou over kwaliteit? Hè? Ik zie dit veel gebeuren. Dit is een hele mooie woning. Die is 30 vierkante meter en is eigenlijk buitengewoon aantrekkelijk. Waarom? 30 vierkante meter bouwen kan ik verhuren in de sociale huur tussen de 500 en 600 euro. En 30 vierkante meter bouwen, dat is kostentechnisch interessant, want het zijn geen grote woningen. Dan had het gebouw op deze plek zo voor Eigen Haard eruit kunnen zien. Dit is een project dat we ook werkelijk hebben gerealiseerd. Maar dit is niet hetgeen wat we wilden. Want zoals ik al zei, wij hebben een diverse doelgroep en Eigen Haard die wil eigenlijk alle doelgroepen bedienen, alle
stappen in je wooncarrière kunnen bedienen. Dus dat betekent dat je in een woning komt als alleenstaande. Je komt iemand tegen, er komen kinderen bij, je wordt ouder. Dus daar hebben we heel goed over nagedacht. En het was voor ons hier een uitgelegen kans om samen met de gemeente mee te doen met de voorwaarden van de tender. Dus we zaten aan de kant als uitschrijver. En dat was heel plezierig. Want daardoor konden we dus vooraf onze kwaliteitseisen konden we meegeven. En dat hebben we met name gedaan in het programma. En dan doel ik op de grootte van de woningen. Maar ook zaken als het aantal kamers. Woondifferentiatie. En dat konden we vooraf meegeven. En dat is meegenomen. Nou, jullie zien hier een beeld. Dit is, vind ik, grandioos goede kwaliteit voor een sociale huurwoning. Daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ik zeg wel eens, aan elk nadeel zit een voordeel. Ik zal hier nog even laten zien. Dit zijn dus een aantal woningen die zijn specifiek voor grote gezinnen. Maar goed, zoals ik al zei, aan elk voordeel zit een nadeel. En dat wil ik eigenlijk laten zien met dit plaatje. Dat is natuurlijk, ik heb rechts kwaliteit staan en links centjes. En dat is natuurlijk, we willen hier ook wat van leren. Wij hebben bewust gekozen, samen met het stadsdeel, om te gaan voor kwaliteit, ook voor de sociale huur. En dat hebben we vooraf, een bewuste keuze gemaakt door dat ook niet af te grendelen door middel van maximale investeringssommen of iets dergelijks. We hebben dat eigenlijk redelijk losgelaten met dien verstande dat we de partijen weer meegeven dat er voor een sociaal huurwoningen een passende kostprijs uit zou moeten komen. En nou goed, we zijn eruit gekomen uiteindelijk met Heijmans. Maar dit, als we het hebben over de lessen die we hebben geleerd, is dit wel een ontzettend aandachtspunt. En dan wil ik eigenlijk ook het woord geven aan Hans, want die gaat hier nog even verder op in. Ja, ik ben Hans van der Zand van Heijmans. En mijn tijd is om, zie ik. Dus ik beperk me tot de conclusies van deze tender. We hebben een tender gehad op kwaliteit. En wat is volgens ons een garantie om kwaliteit in dit soort tenders te krijgen? Dat is om als we streven naar een mix van sociaal, middenduur en koop, dan is wat ons betreft een goede mix 30, 25, 45. En anders krijg je niet deze sociale huurwoning met deze kwaliteit kostendekkend gefinancierd. Dus hier heeft de koop voor een deel meebetaald aan de kwaliteit van de sociale woningbouw. Een andere garantie is geweest dat er een vaste grond en optieprijs meegegeven is. Zodat we niet hoefden te concurreren op prijs. Maar eigenlijk het hele budget wat beschikbaar was helemaal in kwaliteit konden stoppen. Verder hebben de omwonenden mee mogen beslissen. En vooraf een kader opgesteld waarbinnen zij gingen beslissen. Nou, dat was ons eigenlijk de randvoorwaarde om die tender in te gaan. Dus alle zaken die ze hebben meegegeven, die hebben zoveel mogelijk proberen te honoreren. Om in ieder geval de stem van de bewoners te krijgen. En ik denk dat het goed is als de duurzaamheid ook hoog gewaardeerd wordt. Dus dat je kwaliteit, bewonersparticipatie en duurzaamheid waardeert. En dan is er bij mij ook een dia weggevallen. Nee. Nou, tijd is toch om. Ja. Ja. Een eigen microfoon. En dan kunnen we nog hoe vonden jullie de co-creatie van de presentatie? Je had heel veel spreektijd. Ja. Heel goed voor zo'n grote partij als Heijmans. De conclusies? Yes, oké. Okay. Afgesproken. Wat is nou de conclusie? Was dit nou een heel succesvol proces voor jullie? Is dit een goed gelukte tender?
Ja, doordat we niet hoeven te concurreren op geld, hebben we alles in kwaliteit kunnen stoppen. En uiteindelijk heeft de markt ons wat dat betreft redelijk gered dat het nu ook betaald gaat worden. U ontwikkelde in de crisis en u verkoopt het na de crisis, bedoelt u? Nee, de prijsstijging van afgelopen jaar die maakt de bouwkostenstijging en het risico wat we genomen hebben door heel erg zwaar kwaliteit in te zetten. Eigenlijk helemaal goed. Ja, mazzel. Ja. Is dit nou uniek, zoals de rol die de bewoners hebben gehad in dit tenderproces? Hè? Dus en mee mogen praten over wat de voorwaarden zijn en ook zelfs in de jurering zitten van welke partij de tender wint. Is dat uniek of zegt u nou, dat doen we eigenlijk altijd? Nou, het komt niet vaak voor, maar het is eerder gebeurd. Maar dat was ook een project van Joop en dat was op de Groenmarkt. Daar hebben bewoners, er was een hele actieve bewonerscommissie ook. Die hebben was Joop helemaal niet bij betrokken, hoor ik nu van de jawel, ja. Oh, toch wel. Ligt het allemaal aan u? Ja. Dat die bewoners dan op zo'n manier worden betrokken? Ik weet het niet, maar het is wel zo dat je als projectmanager heel veel persoonlijk kan invullen hoe je zo'n project inkleedt. Wat is het voor u, waarom is het voor u zo belangrijk om dat zo principieel te doen? Ik denk dat het misschien compassie is. Als het in mijn achtertuin gebeurt, zou ik ook willen weten wat er gebeurt. En is dit een generiek, want u bent van de gemeente Amsterdam, dit is geen vereiste voor alle tenders dat de rol van de bewoners zo groot is? Nee, maar ja, ik heb altijd in stadsdelen gewerkt en dan zit je heel dicht bij bewoners en bij politiek. Ja. En dan leer je gewoon, of dan moet je gewoon omgaan met draagvlakvorming. Het kan niet anders. Oké. Zaal, wat valt jullie op en wat willen jullie weten rond deze... Oh, wat was de rol van het filmpje? Nee, de vraag stellen is haar soms ook beantwoorden. Ja. Ik ben erg benieuwd naar het verhaal bij eigen haard. Want je maakt van het verhaal niet af. Wat mist u? Nou, het financiële verhaal. Kijk, ik proef aan alle kanten dat hier heel veel meer is betaald dan er waar uiteindelijk die sociale huurwoningen waard zijn. Hoeveel meer heeft u betaald, is de concrete vraag voor die sociale huurwoning, dan u eigenlijk volgens de boeken had mogen betalen? Ik kan U vindt hem slecht geherformuleerd. U mag het eerst de vraag van die meneer beantwoorden en dan mijn vraag. Nou, ik denk dat ik de vraag wel begrijp. Ik hoop dat ik hem goed beantwoord. Wat ik wilde aangeven is het spanningsveld die er is ontstaan... doordat eigenlijk het product zo mooi was... maar ook daardoor zo duur werd. Waardoor dus een spanningsveld is ontstaan tussen Heijmans... en eigen haard. En dat hebben we uiteindelijk opgelost. En je hoort het Hans al zeggen. We hebben beide misschien water bij de wijn moeten doen. En Heijmans heeft dat kunnen doen. Omdat de markt goed loopt. En wij hebben ook iets moeten doen. Maar we hadden het vooraf ook niet intern goed geregeld. En dit is wel iets wat buiten de standaard projecten valt. Maar goed, dat wisten we van tevoren, zoals Kunt ik al aangaf. Kunt u een indicatie geven in percentages hoeveel duurder het was dan u gewoon bent om voor 30 vierkante meter te betalen voor huizen van vergelijkbare grootte? Nou, 30 vierkante meter kunnen wij ontwikkelen voor onder 150.000 euro. En nu willen we dan het percentage weten dat het meer was. Nee, maar dat maakt niet uit. Het gaat even over die kan ook de gemiddelde een ander woning. Ik kan wel aangeven dat investering voor ons ongeveer 25% hoger ligt. Goed, dat is behoorlijk. Ja. Had u het grootste risico? Had u echt mazzel met de markt? Dus als het niet de markt had aangetrokken, had u dan een financiële uitdaging gehad? Nou, de bouwprijs is ook ontzettend gestegen afgelopen jaar. Dus ja, die zijn vaak wel redelijk in balans. Goed. En misschien nog aanvulling op eigen haard. We hebben ingediend met een EPC van min 0,19. Ja, dat betekent dat de woningen energie-neutraal zijn. En dat wordt nog niet verdisconteerd in huurprijsberekeningen. Ja, dat klopt. En de totale woonkostendiscussie die heel groot nu speelt vanwege de verduurzaming. Oké. Ja. Als jullie afhankelijk zijn van de markt om het toch te kunnen ontwikkelen... en zulke offers moeten brengen. Heb je dan niet bij de tender veel te hoog ingezet?
Nee, voor u? Je speculeert, of je wil je tender winnen, dan moet je speculeren op de marktontwikkeling. En die hebben we goed ingeschat. Ja. Nou, waar ik heel benieuwd naar ben, net ook het punt over geld al. Want uiteindelijk gaan heel veel discussies aan het eind over geld, of we het nou leuk vinden of niet. Wat zou nou jullie vanuit de opdrachtgevende kant, gemeente Amsterdam, maar ook eigen haard betrokkenen daar, en vanuit de inschrijvende kant, Heijmans, als jullie dit proces overnieuw zouden mogen doen, wat zouden jullie hier anders in doen als je het hebt over financiën versus kwaliteit? Oh, dan zegt hij, je moet gespreksleider worden, want dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ja. Is de gemeente, en bedoel, ja, wat kan er anders? Had u iets anders gedaan en zo ja, wat? Nou, ten eerste, we zijn geen opdrachtgever. Wij zetten grond op de markt. En die grond die kan in concurrentie verworven worden. Ik ben nog steeds heel blij dat we gewoon hele hoge kwaliteitseisen hebben gesteld. Ik ben ook blij dat we daardoor, en dat we toch, we hadden maar liefst 16 belangstellenden. En we hebben uit 4 hele mooie plannen mogen kiezen. En ik ben ook nog steeds blij dat we dit plan hebben kunnen kiezen. En dat is mede dankzij toch de input van de bewoners. Want daardoor hebben ontwikkelaars ontzettend hun best gedaan om deze tender te kunnen winnen. En ja, het is dan vervolgens aan de ontwikkelaar om dat dan maar haalbaar te maken. Dat is onze zorg niet meer. Wij hebben gewoon een heel mooi project neergezet. En voor ons is de kous dan af. Sorry, mag ik daar komen? Maar dan moet u even vertellen wie u bent. Want dat helpt in het gesprek. Wie bent u? Mijn naam is Sybren Bos. Ik werk voor een adviesbureau. En wij doen onder andere een aantal dingen met gronduitgiftes en aanbestedingen. En mijn vraag was juist ook bedoeld, want het is heel makkelijk om het als, en ik bedoel de aanbestedende diensten in plaats van opdrachtgever, excuus daarvoor. Het is heel makkelijk om het risico volledig bij de andere partij neer te leggen. En ik snap ook dat dat gebeurt en dat het de manier is waarop de gemeente denkt. Mijn vraag was juist bedoeld, wetende hoe dit proces gelopen is en dat het dus gelukkig voor die marktpartij goed gekomen is, maar dat hij heel veel risico genomen heeft en dat het ook zomaar anders af had kunnen lopen. Ja. Voor die woningbouwcorporatie, wat had u anders gedaan een volgende keer? Maar het antwoord is niets. En dat was het antwoord, ja. Wat is uw antwoord op de vraag? Ja, ik kijk naar de mimiek en ik zie het antwoord, ja. Ja, op het moment dat de gemeente weer eenzelfde soort tender uitschrijft met een vaste grondoptieprijs, dan doen wij hetzelfde als dat we nu gedaan hebben. Allebei zeggen, ondanks dat er grote risico's verbonden waren en ook wel wat discussie over de kosten, zegt u, wij zouden niks anders gedaan hebben. Hoe zit dat bij u? Ja, nou, eigenlijk denk ik toch wel hetzelfde erover. We hebben er natuurlijk wel eens al over gehad. Het was wel leuk, vooraf dat we de tender begonnen, toen heb ik toch wel discussies gehad met Stadsdeel, met Joop in het bijzonder, van moeten we een soort maximumprijs gaan hanteren in de tender waar men op inschrijft. En, maar goed, toen hebben we eigenlijk gekozen om dat niet te doen, omwille van de locatie. Deze buurt is heel fraai. Wij hebben daar zelf als eigen haard museum het schip. Hè, dat is toch het arbeidersparadijs. Om het zo maar te zeggen. Dus wij waren ook wel bereid om iets verder te gaan. Maar dat hebben we nooit hard gemaakt. En we zijn niet verder gekomen dan te zeggen dat het een passende kostprijs was. En daarmee namen ontwikkelaars in feite wel een risico, want het was nog niet uitgekristalliseerd. En uiteindelijk is het nu wel uitgekristalliseerd. Ja, ja. Zo is dat gegaan. Hadden we dat vooraf anders geregeld, ben ik toch bang dat het ten koste van de kwaliteit zou zijn gegaan en de creativiteit. Dus als mij nu vraagt, ben ik blij. Nou, dat is interessant, want deze avond gaat over kwaliteit. En u zegt eigenlijk, soms moet je dus dit soort risico's nemen om zulke kwaliteit te kunnen garanderen. En dan moet je risico's inschatten, daar ben je ondernemer voor. En die, in dit geval is dat dan goed voor u uitgepakt. Omdat je die mix had van 30, 25, 45, kon dit ook. Oké, goed. Ja, mijn vraag gaat eigenlijk over het volgende. Ik hoor allerlei tenders, allerlei projecten. En mijn vraag is eigenlijk, in het kader van kwaliteit, worden die tenders afzonderlijk overkoepelend als een soort simulatiespel geëvalueerd en getoetst? Oké, dat gaan we straks bespreken. Heel goede vraag, maar dit is specifiek op deze casuïstiek. We hebben straks een panel en dan wordt dat de eerste vraag aan het panel. Ja, heel goed. Ja, mijn naam is Willem Leerings. Er is op een gegeven moment gedurende het proces bedacht dat er een laag af zou gaan. Met name omdat de bewoners dat wilden.
Eigenlijk zou ik een laag er juist bij willen hebben om de woningnood verder te verminderen. Ja, heel goed. Collectief hebben we een beetje weinig huizen in. 14 jaar wachtlijsten. Nou, je kent het gesprek wel. Die meneer vraagt, hoe zit dat in die overwegingen? Je moet individuele belangen en algemene belangen wegen ten opzichte van elkaar. Er is een bouwlaag afgegaan omdat het bouwblok waar het in zat heel erg smal is. En dan zouden de bewoners aan de achterkant heel weinig zonlicht nog krijgen. En je moet ook draagvlak krijgen voor zo'n plan. Precies. Je kan natuurlijk gaan optoppen en weet ik veel wat, maar dan krijg je zo'n plan er ook niet doorheen. Goed. Ja, ik heb een vraag eigenlijk. 30 vierkante meter, 150.000 euro vind ik erg veel. Eerlijk gezegd, het is niet groter dan een zomerhuisje. Nou, hoor ik van mijn buurman, ja, daar zit de grondprijs bij. Wat is de relatie tussen de bouwkosten en de ontwerpkosten en de grondprijs ten aanzien van zo'n soort prijs? Ja, komt u er maar in. Ja. We willen de som even weten. Nou ja, ik noemde net het bedrag van 150.000 euro op basis van 30 vierkante meter. Dat hangt van heel veel factoren natuurlijk af. Grondprijs is er één van. Maar ja, ik werd me nu net even gevraagd, misschien het kan ook 125 zijn. Het is even snel een bandbreedte. Oké. Pin me er niet op vast. Maar dus percentages van deel van zo 125, dat kan nog wel, hè? In de marge. Percentage van de grondprijs is dan? Voor sociale huurwoningen is een vaste grondprijs per vierkante meter. Ja. Mijn vraag is, wat is de relatie tussen die 150.000 en de grondprijs? Dus, ja. Voor de sociale huur nu, zoals ik dat noemde, geen. Dat is... Het is een vaste prijs, je moet nu even de prijs noemen. Ze willen weten hoeveel de grond kost. U zegt die is vast voor sociale huurwoningen? Die is 215 euro per vierkante meter. Precies, dat is de vraag. Dat is hem. Goed. Extra BTW dank heel GBO. Eerlijk, heel goed. Ja. Hier zat nog één iemand met een vraag en dan gaan we naar de volgende spreker. Ja. Ja, ze zouden het graag nog een keer doen, maar in die verhouding 40-40-20 die nu geldt, zou de gemeente dan niet wat anders moeten doen? Om die kwaliteit te borgen? Of de gemeente dan wat anders moet doen. Nee, ik ga het proces weer zo indoen. Ik ben op dit moment met een andere tender aan het voorbereiden. En daar heb ik ook weer precies met de bewoners allerlei discussies gehad over de kwaliteit. En ik heb ook aan de bewoners meegegeven, de verslagen daarvan, die worden gewoon als inspiratiedocumenten meegegeven straks bij de tender. En dan moet de ontwikkelaar maar weer kijken hoe die ermee rondkomt. Hoe kijkt u daarnaar? En met 40-40 en 20% die de kwaliteit moet maar opbrengen. Zou je niet niet rondrekenen? Nee. Oké, dat is een heel eerlijk antwoord. Dat begrijp ik. We gaan zo direct nog. U zit zo direct in een panel, hè? Dus dat is op zich dan wel goed dat u dan het woord krijgt. Ja. Heel hartelijk dank voor deze uitgebreide presentatie. Dank. Een mooi kijkje in hoe dat werkt. Een aantal dilemma's is echt wel aan de orde gekomen nu. Waar we dan straks nog even in die slotpanelgesprekken over door kunnen spreken. We gaan dan naar de laatste presentatie. En we lopen iets al uit de tijd. Dat geeft niet, soms gaat dat zo. En ik wil heel graag vragen aan Ton Schaap, senior stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam, om een presentatie te geven over de Amstel Tower. Heel graag een applaus voor u. Deze? Nee. Andere kant. Heel goed. Ja, dit is beter. Het was uiteindelijk mijn plaatje wat u de hele avond al gezien heeft. Mooi, hè? Gewoon van het internet. Hier is de Wibautstraat. Het gaat even over de Amsteltoren. En hier is mijn bemoeienis daarmee vloeit voort uit het project Wibaut aan de Amstel. Wat op enig moment is opgericht en ook weer afgebroken later. En dat was de gedachte om een enorme hoeveelheid projecten in Amsterdam-Oost te verbinden met een paar dingen die samenhang zouden brengen. De herprofilering van de Wibautstraat zelf is daar eigenlijk het voornaamste resultaat van. Maar het Amstelstation hoorde op enig moment ook bij ons gebied. En zo rolde ik daar een beetje in. U ziet hier aan het eind
doet dat lampje het. Ja. Ziet u ook hoogbouw in de buurt van het Amstelstation? Hier de Rembrandt-toren en hier zeg maar vage contouren. Daar moet je altijd heel erg mee oppassen. Want voor je het weet wordt het wat. Het Amstelstation is al een halve eeuw of zoiets geleden op een terp in de polder Watergraafsmeer droogmakerij aangelegd. In een prachtige samenwerking tussen architecten Schelling en Leupen, een gemeentearchitect. En Van Eesteren heeft zich er ook uitgebreid mee bemoeid. Het hele idee dat het Amstelstation niet naar de Amstel zou wijzen, maar juist naar de andere kant, schijnt van Van Eesteren te zijn. Dat is onderdeel van het AUP, 1935. En dat is gemaakt en gebouwd. En hier zie je ook gelijk in één keer het idee. Je zou in Amsterdam aankomen en had je behalve die prachtige schildering uitzicht direct op groen. Dat was de gedachte. Dat was toen de gezonde stad. Hè? Het modernisme is eigenlijk natuurlijk, ik denk altijd anti-stad. Maar je kunt ook een groene stad, een hele mooie groene stad maken. En dat was de gedachte. En daar is dat hele, dat station ligt op een terp die half de hoogte heeft van die spoorlijn. Die spoorlijn ziet u hier mooi liggen. En dan kun je mooi gelijkvloers doorlopen. En voordat je naar beneden gaat, hier kijk je nog even op die prachtige open polder uit. Zo zag het Bernhardplein er toen uit. En die auto, je snapt ook wel dat de auto toen nog een belofte was. En dat niet het monster was dat het uiteindelijk bleek te zijn. En dat we nu weer bezig zijn weg te werken. En u ziet ook bus- en tramtoestanden. En toen is in de jaren 80 werd dit een aanvullende woningbouwlocatie. En toen is dit stuk polder volgebouwd. Een beetje in strokenverkavelingachtig, lijkend op de aanpalende buurt die hier ligt bij de Hugo de Vrieslaan. Verbinding met het station was een maliebaan, maar dan moet je hier wel een meter of zes niveauverschil overwinnen. Nou, hier de tram. Dit was allemaal een beetje. De infrastructuur was een beetje uitgewoond. Die moest opgefrist worden. En vooral moet natuurlijk de fietsenstallingscapaciteit. Die moet hier groter worden. Er moeten echt 3000 fietsen extra. Want het hele model fietsstation is natuurlijk de basis van het Amsterdamse vervoer geworden. Daar is dit plan voor gemaakt door Andries Geersen, een stedenbouwkundige uit Rotterdam. En het was een vrij langdurig en ook taai proces, waarbij de bewoners in deze buurt en in die buurt zich eigenlijk toch een beetje weggestopt voelden en bleven protesteren tegen dit plan. Dus toen het in de Stadsdeelraad Oost op enig moment moest worden vastgesteld, was het echt heel spannend. Toen ben ik s'avonds nog opgetrommeld om twee leden van een politieke partij die dwars lagen nog het laatste zetje te geven. Dat is gelukt. Met de toezegging dat we dan die toren, want veel bezwaren kwamen ook van die toren. En dan vooral de schaduwwerking van die toren op deze buurt en op die buurt. De toren zal 100 meter hoog worden. Al die schaduwdiagrammen zijn natuurlijk allemaal getekend. De raad zei, we gaan akkoord. En wij deden in de aanbieding een prijsvraag of een tender voor die toren. We zeiden, dat gaat in ieder geval heel mooi worden. Geen lelijk lomp ding. En proberen we ook de bezonningseffecten, schaduweffecten moet ik zeggen, te minimaliseren. En we zetten het in de markt. Dat is natuurlijk een typische gemeentetruc. Probleem over de schutting werpen. En wij dachten, we krijgen vast een aantal plannen, maar toen kwam er maar één plan binnen. Want hadden gezegd, dan mag u mee kiezen straks. Hebben we drie plannen, drie maquettes, drie tekeningen. En dan kiest u gewoon mee met de beoordelingscommissie en alle andere dingen. En toen was er maar één plan. En dat is dit plan dat inmiddels bijna is uitgevoerd. En toen hadden we toch een vrij lastige avond, dachten wij, zouden we gaan hebben aan de Wibautstraat in het projectbureau. 30, 40 mensen kwamen. De architect heeft het uitgelegd. En toen waren ze eigenlijk toch best tevreden. Dus dat was kantje boord, zeg maar. Escaped by the bell, saved by the bell. En dus heeft de deelraad verder ook geen amok gemaakt en heeft dit plan het kunnen schoppen tot een gebouw. Want of je echt kwaliteit hebt, weet je natuurlijk pas als het gebouw er is. Tenders zijn renders. Het zijn allemaal enorme digitale bestanden.
Nou, de gemeente die gaat hier nu het plein aanpassen. Dit is al begonnen. Hier komt die grote fietsenstalling. De tramlus wordt opnieuw gemaakt. Er wordt een plein gemaakt. De gedachte is natuurlijk nu dat je op een plein aankomt in Amsterdam en niet langer met uitzicht op een polder. Dit zijn plaatjes uit de inzending. Zoiets wordt dan door de welstandscommissie ook nog bekeken. 100 meter hoog is die. Dit is een render of is het echt? het is een render nog. We zitten op 100 meter hoog en dit is dus een beetje het enge uitzicht wat je daar hebt. Ik denk dat het voor de grootste deel van de woningbouwopgave in Amsterdam toch niet de oplossing is. Maar zo hier en daar kan het natuurlijk best. En Amstelstation is zeker een voorbeeld daarvan. Dit is wat je van de Amstel ziet en je kan bij Philips binnenkijken. En hier zie je de relatie met de enige echte hoogbouwcluster die Amsterdam heeft, de Zuidas. Daar. En wat grappig is, is dat nu net deze week binnen zijn gekomen de inzendingen voor de blokken B en C. En daar zijn de grondprijzen inmiddels 3 keer zo hoog als ze zijn bij dit gebouw. Zuidas, een tender op kwaliteit toen de crisis een beetje aan het aflopen was. 2 partijen hebben ingediend. Vaste grondprijs. En die vaste grondprijs is er bij het Amstelstation nu ook, maar dan 3 keer zo hoog. En dit hier was van tevoren gezegd, we tenderen op kwaliteit. De buurt heeft hier niet heel veel betrokkenheid bij gehad. Er was een deftige jury en die heeft uit de 2 plannen dit gekozen. En ik denk dat het een icoon wordt van de omslag in architectuur, zeg maar. Als je even denkt, Piraeus, dat heeft heel lang doorgesudderd, de stijl Piraeus. En dit is zeg maar de omslag naar dat we de stad willen. En ook groen, maar dan op een andere manier dan in de tijd van Van Eesteren. Dus de Beethovenstraat. Het gaat ook echt zo gebouwd worden. We hebben weinig gedoe. De ontwikkelaar heeft het al verkocht aan een Amsterdamse familie die het contant heeft afgerekend. En hier ziet u, zeg maar, ik heb nog maar even de plaatjes meegenomen. Dit was de bouwenvelop die wij, mijn collega's, daar gemaakt hebben op de Zuidas. Het heeft te maken met een openbaar sportpark dat hier komt, waar AFC ook gebruik van gaat maken. Een nieuwe clubhuis van AFC. Het gebied Ravel dat hier gemaakt wordt. En hier ziet u die hele voetbaltoestand. Het gaat natuurlijk ook bij die hoogbouw vooral om wat er op de begane grond gebeurt. En daar is hier heel veel aandacht aan besteed, tot en met huisjes voor de parkeergarage en voor entreegebouwtjes, et cetera. En dat is natuurlijk wat er bij het Amstelstation nog wel wat aandacht zou kunnen gebruiken, denk ik. Want als je dan uiteindelijk je torens gebouwd hebt en beneden is het zo ongezellig dat er een reproductie van een gebouwtje nodig is, et cetera, et cetera. Dan heb je toch iets niet goed gedaan. En dan zijn we terug bij het laatste plaatje. Dankjewel. Ja, goed. Een tender is renderen. En die zei van ja, wij gebruiken dat soms ook als gemeente als manier om, nou ja, maar te kijken of de markt met oplossingen kan komen die wij zelf niet helemaal kunnen bedenken. Nou, dat is ook goed, want creativiteit zit misschien ook wel soms ook daar. Vragen aan de heer Schaap. 2. En dan gaan we naar het laatste slotgesprek. Ja. Ja, ik vraag me af, als er maar 1 inzending is door Powerhouse, is dat dan niet een blijk van een falende kaderstelling? Ja. Vindt u 1 inzending een bewijs van een verkeerde kaderstelling? Ja, misschien wel. Dus het was absoluut kantje boord. Ja, 0 was natuurlijk gewoon helemaal mislukt. En hier dachten we ook, nou, als de buurt nou echt heel veel kabaal gaat maken en de raad, de deelraad dan vooral blijft dwars liggen. Ja, dan was het misschien precies zoals Joop net zei. Als het draagvlak wegkalft, dan gaat het niet door. Duidelijk. Nog iemand hier een vraag? Ja, meneer. U bent stedenbouwkundige. En ik hoor u ook kritisch net ook nog even over het brokerhuisje. Maar wat ik hier merk is die tenders, die zijn eigenlijk maar een postzegel binnen een gebied. En ik mis de samenhang in die gebieden heel erg. Echte integrale gebiedsontwikkeling, echte de stedenbouwkundige visie op zo'n gebied. Zo'n beetje iedere
Tender heeft zijn eigen ontwerp. Ik mis de totale samenhang. Hoe zit dat nu in die tenderwereld? Ja, ik ben een beetje bang dat dat de indruk is die zeg maar, zo'n presentatie aan de hand van dit thema oplevert. Het is eigenlijk precies zoals in de vorige presentatie ook werd gezegd. Dat voortraject is veel langer. De samenhang der dingen neemt veel meer tijd. Heeft ook veel meer invloed vanuit omwonenden. Dan uiteindelijk dit resultaat. En dit resultaat geeft het meest spetterende plaatje. En nu zie je vanavond alleen maar die spetterende plaatjes. Dus dan lijkt het net alsof de hele stad bestaat uit wonderlijke gebouwen. Dat is niet zo. Wieboud aan de Amstel was juist bedoeld en is bedoeld om voor het Amstelstation en omgeving, waar de busmaatschappij iets wilde, waar de trammaatschappij iets wilde, waar 2000 fietsen extra moesten, et cetera, een samenhangend plan te maken. Dat plan hebben we gemaakt. En maar één onderdeeltje van dat plan is die toren van 100 meter waar de steen dus aanstoot. Voilà. Die vindt niet in die integrale gebiedsontwikkeling. Die vindt niet plaats in dat laatste stukje, maar in de hele vier fases daarvoor. Precies. Goed, duidelijk. Dank u wel. Ik wou het hierbij laten. Geef hem nog even een applaus. Ja, Ton Schaap. Mag ik vragen aan Sabine Lewes van Grondenontwikkeling, Johan Snel van AM en Edward Zevenbergen van BPD om naar voren te komen en hier te gaan zitten in ons slot, eigenlijk een soort beschouwing bijna. Gaat u zitten? Ja, nog een stoel over. Nou ja, heel goed. Het is nu echt de vraag, wat zijn nou de lessen die we kunnen leren? Dit zijn drie voorbeelden van prachtige gebouwen, vanuit verschillende perspectieven gedaan. Hè. De ene van heel blij op Sloterdijk en daarna een heel ingewikkeld, maar wonderschoon project in de Spaarnammerbuurt. En die toren, waar dan één antwoord is, maar goed, de buurt was er blij mee. Maar het zijn drie verschillende projecten die allemaal dimensies van dat tenderproces laten zien. Wat zijn nou, als u dit allemaal tot u neemt en u denkt er dagelijks over na, wat zijn nou de belangrijkste lessen voor u van dat tenderprogramma? Wat vindt u ervan? Je mag gewoon je zeggen. Hoor. Ja, dat mag, maar er is een hele discussie geweest over Rutte nou getutoieerd mag worden op televisie. Nee, en mijn opvatting erover is, dat wilde hij zelf graag. Dus hij zei de hele tijd tegen Rick Niemand, zeg maar je en jij. Maar ik ken u helemaal niet. Ja. En ik wil ook niet dat de zaal denkt dat dat zo is. Okay. Nee, omdat het een soort van, is het nee, onder prima, ons prima, op dat podium? Prima. Kent zij iedereen? Ik ken hem ook niet. Dus ik fouilleer altijd heel graag op het podium. Ook mensen die ik wel ken. Ja, ik zit vanavond in een panel, maar ik zit ook gewoon een beetje met een soort andere pet op. Want ik ben ook bij een aantal tenders betrokken geweest. Ja. Een goede verliezer, hoop ik. Ik heb ook bij Joop bij de Spaarnammer School gezeten. En ik vond eigenlijk dat een van de fijnste tenders die er is gelopen. Okay. Geld constant en alleen op kwaliteit. En bewonersparticipatie als bewonersparticipatie. Een hele belangrijke leidraad. Ja, maar dat wat had in de tenderfase had dat voornamelijk voor ons plaatsgevonden. Wat we daar zagen als resultaten. Joop had ook wel ook wat ruimte ook in de envelop gegeven. Je hebt heel veel enveloppen die worden compleet vastgetimmerd. Dus dan kun je alleen maar een soort scheveltje maken. En nog wat speciaal programma aan de binnenkant. En dat is het dan. Maar in de tender bij de Spaarnammer School kon je nog een beetje spelen met stedenbouw enzovoort. Dus er waren ook, dat zag je ook in de verschillende uitkomsten van de tender, verschillende oplossingen voor die stedenbouw. En wat we begrepen, dat hoorde dan altijd graag dat de kwaliteit heel dicht bij elkaar lag. Maar toen ik het resultaat van Heijman zag, vond ik het wel een heel supermooi blok geworden. Dus als je dan ook gewoon die U had een minder mooi plan. Iets minder mooi, ja. Maar moet ik wel zeggen, en dan, dat is dan ook weer. Wij doen misschien ietsjes minder mee aan tenders dan de andere partijen. Als je dan ziet, dat zie je ook in al die presentaties, in al die renderingen, die zijn zo verdomme mooi. En je ziet de bloemetjes, ook, zag je het op de fase, de bloemetjes de lagen van de bloemetjes, maar ook de icoontjes en alles hoe zo'n project gepresenteerd wordt. Het wordt gewoon per tender steeds beter en mooier gedaan. Dus dat is ook een vak apart. Wat is het risico? Want dat is mooi dat het een leuk nieuw vak is, vind ik leuk. Maar wat is het risico van dat die tenderplaatjes zo mooi zijn?
Als je wel een heel mooi plan hebt, maar die andere render is mooier, ja dan. Ja. Weet je, het is toch een soort. Ik ben bang dat het straks alleen maar beoordeeld wordt op de kwaliteit van de plaatjes. Het is toch een soort make-up van je plan. Het is heel fijn om soms make-up op te leggen. Ja, dat mag u zo weer leggen. Ik wil eerst even naar de twee ontwikkelaars. Ja, u bent van AM. Wat vindt u de belangrijkste lessen van dat tenderprogramma van de afgelopen jaren hier in Amsterdam? Nou, het misschien wel. Ik ben namens AM, maar ik ben ook ontwerper. Hè. Dat is ook wel goed om even te denken. Ik weet niet zoveel van cijfers. Hè. Dus op zich is dat wel goed om even te melden. Nou, vooral ook dat het onwijs leuk is. Dat denk ik dat ook wel eens zeg maar hoorde. Dus, het is heel erg leuk, vind ik, om in een team van mensen heel compact aan iets te werken. Alleen het begrip kwaliteit, het valt vanavond ook vaak het woord kwaliteit. En wij zitten heel vaak te emmeren met wat is nou kwaliteit. Dus ik heb een heel theoretische verhandeling over waar zit het er nou in. En het gaat nu erg over Amsterdam, maar ik werk zelf ook landelijk aan allerlei andere tenders, ook in andere steden. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien hoe je het begrip kwaliteit duidt en hoe je daarmee omgaat. Is het een jury, is het een lijstje, zijn het punten? Dus voor mezelf, het is onwijs leuk om hier aan te werken. Maar het is ook wel een soort, laat ik bijna uitbuiting soms voelt het, hè? Naar creatieve drain. Als we met elkaar, tegen elkaar hebben, ik ken Edward van allerlei projecten. De ene keer doen we iets samen. En de andere keer zijn we concurrenten. Dat is ook leuk. Ja. Maar er gaat enorm veel energie in. Het wordt even genoemd. 5 van die plannen op hetzelfde niveau uitgewerkt. Het is best wel, dat kun je dus niet heel vaak achter elkaar doen. Ook gewoon voor jezelf niet. Want het is mentaal. Hè. Als je verliest, of niet wint, zeg ik altijd tegen ons team. Hè. Dat moet je ook wel even met elkaar even. Rouwen is ook een vak, hè, zeggen we dan maar bij AM. Dus niet winnen, dat moet je wel even. Ja, het klinkt allemaal heel psychologisch, hè, maar ik zie het gewoon gebeuren. Hè. Dan gaan we met een heel team erin. Dus mentaal kan je niet aan, maar ook, want je noemde het een brain drain. Dus mentaal kan je niet aan, creatief kan je niet aan. Je kan niet zo op zulke hoog niveau de hele tijd scoren. Het is echt topsport. Wij vinden bij AM, het is echt topsport. Dus dit doe je niet eventjes tussen neus en lippen erbij. Maar zo'n team, hè, net van Meijer en Schoven, MVSA moet ik tegenwoordig zeggen, liet ook even het team zien. Ja, we hebben met de Bijlmer bijvoorbeeld met een team gewerkt. Nou, het is ongelooflijk wat een mens, wat een energie daarin gaat. En wat dat ook doet met mensen. Dus, en heeft het ook iets met ook dit met geld te maken? Of alles gaat, geld is belangrijk. Maar we hebben voor onszelf een analyse gemaakt. Wij zijn niet goed als bedrijf op gebouwniveau in tenders met geld. Daar zijn we niet van. Dus wij vinden het heel erg leuk om samen complexere dingen te doen in de stad. Dus je moet ook een beetje focus aanbrengen. Voor ons is 2018 het jaar van de focus. Hè? Dat we even strakker kijken van waar, wanneer en waarom. Want anders loop je zeg maar in 20 sloten tegelijk de hele week. Dat is niet echt praktisch. Nee, maar dat is de consequentie van het enthousiasme van meedoen met tenders, zegt u. Maar dat is niet per se wijs. Nee, maar het is dus de balans. Het is zo tof, hè, om dat met een team te doen. Alleen het niet winnen is gewoon even doorbijten. Ja. Ja. Sabine. Ga je nou wel jij en Jutte? Nee, helemaal niet. Zeker niet. Mevrouw. Ik doe ook geen all-mail panels meer, dat u het allemaal weet. Dus, want daar geloof ik niet meer in. Mevrouw Lebesque. Mevrouw Lebesque, ja, terecht. Sabine Lebesque, sorry. Binnen de gemeente Amsterdam, als u terugkijkt en vooruitkijkt naar dat tenderprogramma, wat zijn dan uw belangrijkste lessen? Nou, het is echt wel een proces geweest van verschillende manieren waarop je kunt tenderen. En om al een paar vragen te beantwoorden, we analyseren iedere tender natuurlijk. Tot in de details, want het is in het belang van ons allemaal, van de burgers, om een tender zo goed mogelijk in de markt te zetten en een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. En we zijn dus niet de vijand, wij zijn de partner van iedereen om een tender zo succes mogelijk te maken. En laat dat als eerste gezegd zijn. Het is niet zo dat er om gaat om zoveel mogelijk geld voor de stad geld te vragen voor de gemeente. Onze inkomens worden er niet hoger van. Misschien van de ontwikkelaar wel, die krijgen nog bonussen. Maar wij hebben het gewoon te doen met wat we krijgen. Je zorgt natuurlijk wel dat je op een als een soort van koordansen financieel en
kwalitatief en wat het programma betreft een zo goed mogelijk product gaat neerzetten. En dat is iedere keer weer anders. In die 4 jaar dat we nu met dat tenderen bezig zijn, zie je dat we vanuit de crisis heel erg dachten van ja, om te kijken wat is het nou nog waard om te bouwen in Amsterdam, doen we het op geld. Laat ik dan ook nog even zeggen, je hebt dus 4 aspecten waarop je kunt tenderen. Of waarop je de selectiecriteria kunt beoordelen. Geld, programma, duurzaamheid en kwaliteit. En dan hebben we het over ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid is eigenlijk altijd 30%. Dat is vastgesteld in ons programmaakkoord. Dat we onze bestuurders willen dat we voor 30% selecteren op duurzaamheid. En dat is dus altijd vast in iedere tender. Soms zelfs veel meer, maar minimaal 30%. En dan kun je gaan schuiven met kwaliteit, programma en geld. Maar als we vroeger alleen op geld tenderden, dat komt dus nu bijna nooit meer voor, dat heeft Sjoerd net laten zien. Maar stel dat je dat doet, dat je zegt van nou alleen de hoogste bieder mag je bouwen, dan is het nog niet zo dat daarmee kwaliteit zomaar vergeten wordt. Want dan zijn er in de randvoorwaarden van zo'n tender al vaak zoveel dingen meegegeven dat je daar toch aan moet voldoen. En we hebben ook te maken met beeldkwaliteitsplannen, met supervisoren, natuurlijk de commissie ruimtelijke kwaliteit, die toetst op de welstandscriteria die zijn vastgelegd. Dus ook al leg je het hoogste bod neer en heb je dat bij onze directeur Pierre van Rossum je check heb je overgemaakt, je loopt de deur uit en je wordt door de supervisor bij de kraag gepakt om te zorgen dat je een zo goed mogelijk project gaat neerzetten. Dus kortom, we leren steeds van al die dingen en het is bij ieder project steeds weer een beetje anders. Ja, dan was de vraag die ik had beloofd dat de eerste vraag zou zijn, maar ik wilde eerst even een rondje doen, was de vraag, heeft u het geëvalueerd? Dus werd gezegd in een spelsimulatie, hè, van had je betere resultaten op een andere manier kunnen realiseren? Dus die schuiven zijn nu helder. Hebben jullie dat gedaan? Ja, dat doen we eigenlijk ieder jaar. En iedere tender wordt ook wel weer geanalyseerd. En wat we nu, wat je kunt zien wat heel erg veranderd is, dat we dus inderdaad kwaliteit, dat kunnen we ook in deze tijd vaak als hoofdcriterium in selectiecriterium in een tender vragen. Maar ook, en dat is waar Edward het net over had, dat we de voorronde, de eerste ronde eigenlijk vrij gemakkelijk maken. Dat is nog steeds niet gemakkelijk, want een tender zit gewoon heel gecompliceerd in elkaar. Maar wel dat we dan nog niet vragen om renders of wat dan ook, die we zelfs niet toestaan, die mogen niet ingestuurd worden. Maar alleen een visiedocument. En dan op grond daarvan ga je 4 partijen, soms 3, soms 5, doorlaten naar een volgende ronde. En die gaan dan inderdaad, moeten wel alles uit de kast halen om zich te onderscheiden van de ander. Ja. En de vraag was, wat die evaluatie, heeft dat dan ook tot veranderende inzichten bij? Ja, zeker. Want, kunt u een voorbeeld geven? Ja, want die 2 rondes, dat deden we een paar jaar geleden nog maar zelden. Bijvoorbeeld wel voor grote projecten als het Sluishuis, wat volgens mij 2 jaar geleden getenderd is. Toen zijn we ook meteen al met 2 rondes gaan werken. En voor de Spaarnammer schoollocatie is dat ook het geval geweest. Het is voor de Groenmarkt het geval geweest. Dus dat komt wel vaak voor. Maar voor sommige gebieden, zoals in Houthaven of in Amstelkwartier, waar we zeiden van nou, laat de markt maar bieden voor een optie. Wat is het ze waard om hier te bouwen? Deden we het in 1 ronde. Dan waren we ook, de inzendingen kwamen binnen. We keken naar de EPC of het bod. En nou, 10 minuten na sluiting van tender wisten we wie er gewonnen had. Ja, en u zegt, daar hebben we van geleerd dat nu, we zitten in een andere fase, ook qua markt. Dus die prijs, die is niet meer zo dominant als die was misschien een paar jaar geleden. Nu zullen wij vaker in 2 rondes gaan werken, waarin die eerste ronde alleen een visiedocument is, en die tweede ronde veel uitgebreider. Bijna altijd. Als voorbeeld van wat evaluatie doet met de mens. En als u dan kijkt, of met een organisatie, en als u dan kijkt naar de toekomst, hoe ziet u, want u gaat ongelooflijk veel tenders uitgeven. We hebben net al, we hadden hoe noemde u het? Scoop. Ja.
Sinds vandaag staat het op de site. 25. Hij is officieel nog niet door de raadscommissie vastgesteld. Vandaar dat het een scoop is. Maar we verwachten geen problemen daar. Wat zijn de belangrijkste dingen waarvan u zegt, nou, als u dan toch wil meedoen met die tenders, dan zijn dit de dingen waar u op moet gaan letten? Nou ja, kijk, waar wij op letten en waar we natuurlijk heus wel alles op analyseren, is dat de extra eisen die het bestuur ons ons heeft opgelegd, namelijk de 40-40-20 bijvoorbeeld, en het vasthouden van het middensegment huur in plaats van 15 maar 25 jaar, dat natuurlijk ook heel veel gaat betekenen voor het financiële plaatje wat er uitrolt. En, sterker nog, net werd gezegd door een van de ontwikkelaars, dan kan zo'n mooi plan zoals in de Spaarnammerbuurt niet meer uit. Ja, nou wil ik wel even daar een beetje geschiedenis is op zijn plek. En zeker voor die Spaarnammer schoollocatie. Toen we daar 4-5 jaar geleden stonden, Joop, met 100 investeerders. Met een investeerdersexcursie die ik jaarlijks organiseer. Toen is er nog een klein relletje ontstaan. Omdat er onze wethouder van de centrale stad het eigenlijk ongelooflijk vond dat het stadsdeel zulke grote woningen, sociale huurwoningen, vroeg in de tender. En die had het idee dat we overvroegen en dat het een mislukking zou worden, deze tender, omdat we te veel vroegen. En het stadsdeel was onverantwoord bezig om zo een tender in de markt te zetten. Nou, er zijn heel veel mooie inzendingen gekomen. En natuurlijk, je zit nog steeds op als een, inderdaad, zoals ik net zei, als een koordanser op dat het is duur en het is ingewikkeld. Maar er zijn hele mooie plannen uitgekomen. Mede, en dat heeft Joop niet zo belicht, maar omdat zijn tender daar het voortraject helemaal ook was afgestemd met de commissie ruimtelijke kwaliteit. Die waren ook bij de jurering, bij de selectie betrokken en ook in het natraject. En daardoor was het een hele zuivere tender die dus gewoon heel geslaagd is geweest, ondanks dat die ongelooflijk gecompliceerd was en er heel veel werd gevraagd. Nu heeft ons bestuur ook gevraagd om dat middensegment van 15 naar 25 te brengen. En ook van veel beleggers of investeerders, mensen die mogelijk wilden meedoen met de selectie die nu net voor de blokken B en C afgelopen dagen is gesloten. Ja. Was het idee van, oei, misschien gaat er wel bijna niemand inschrijven. Want de grondprijs is echt heel erg duur. Het is een heel gecompliceerde opgave met allemaal strakke rondvoorwaarden op alle vier facetten. Dus zowel programma als geld, als duurzaamheid, als kwaliteit. Ga me niet over vragen hier. En ik kan jullie vertellen, we hebben 11 inzendingen. En dat valt ons dus toch echt wel heel erg mee. Ja. Het is wel goed, wij kennen het, hè, maar het is ook wel goed, misschien een beetje gek, om iedereen woont hier zo ongeveer in Amsterdam. Hè? Maar nee, we hebben net gevraagd. Nee, kijk uit. Nee, maar daar hint ik een beetje op. Hè, dat is wel interessant. Jullie leven natuurlijk ook met elkaar echt in een, laten we zeggen, een land in een land of een stad in een stad. Hè, want het is, we doen zelf ook dingen, we spreken in. Wij praten over de Republiek. Ja, nee, ik weet er alles van. Maar dat is ook, daarom prijs je zelf gelukkig dat je dat zo kan doen. Hè? Want het is ook, ik denk ook dat het echt een luxe is dat je zo kan kiezen. Het is ook heerlijk dat je zeg maar een aantal hele goede teams die alles uit de kast staan, dat is heerlijk. En dat is ook, vind ik ook goed. Maar mevrouw Lebeske, hoor ik u nu eigenlijk zeggen, want heel goed dat u even zegt dat Amsterdam heeft natuurlijk een bijna unieke positie ook in het land van de stedenbouw. Dat snap ik. Maar de vraag was die ik net vroeg was. We hoorden net van de heer Van Heijmans dat als de context van die tender anders was in de verdeling sociale huur, middenhuur, koop, dat dan dit project met deze kwaliteit, ook met de huidige marktprijzen, niet mogelijk was geweest. Hoor ik u nu eigenlijk zeggen, nou, gezien de ervaring nu met gebouw BNC, of hoe zeg je dat, KVL BNC bij Amstel, denk ik dat de markt toch creatiever is dan we eerder hoorden. Is dat eigenlijk wat uw antwoord was? Ja. Oké. Okay. Ja. Even checken. Dank. Ik heb twee vragen. Eén vraag. Mevrouw Lebesque heeft het over de evaluatie van die tenders.
Bij mijn weten zijn de meeste van de tenders nog niet gebouwd. Tenminste, die zijn nu in aanbouw, zoals de Amsteltoren. En ik denk dat de beste evaluatie is van het gebouw als het er staat. Want nogmaals, al die renders, we kunnen dat allemaal heel goed en het wordt steeds beter. Het blijven plaatjes. En ik ben bang dat die gebouwen, en bent u niet bang dat die gebouwen toch wat tegenvallen straks? Niet alleen kwalitatief ruimtelijk, maar ook programmatisch. Uiteindelijk is niet dat programma helemaal gemaakt wat u bedacht had, dat was vraag 1. En vraag 2, het is natuurlijk prachtig dat er nu 12 of 11 inzendingen zijn op die laatste twee kavels, maar keert de wal niet het schip? Ik merk bij mijzelf, maar ook bij veel collega-ontwikkelaars, dat wij nu maar gebouwen gaan kopen in de stad, want we zijn die tenders zat. Stelt u zichzelf even voor aan de zaal? Want... Ik ben Tom van Naam, ik ben ontwikkelaar in deze stad, maar dat is dus wat er gebeurt. Op dit moment worden er door bijna alle marktpartijen worden er gebouwen gekocht. Omdat we niet meer mee willen doen aan die tenders. En dat... Ja, er zit zo. Dus de eerste vraag is 1. Het gebouw is de proof of the pudding, zeg maar. 1. En 2, bent u niet bang? Nou ja, die vraag. Ik ben een beetje een oma verteld verhaal wordt dit. Maar ik maak al 17 jaar de zogenaamde projectdocumentatie. En met het projectenboek en een website erbij. En ik kijk dan naar alle woningbouwprojecten die er gebouwd worden. En er is maximaal maar 25% de afgelopen jaren wat gerealiseerd wordt via een tender. En daarvoor waren er ook altijd selectieachtige methoden. Soms gingen we als gemeente zelf een prijsvraag onder architecten uitschrijven en probeerden daarmee de kwaliteit te stimuleren. Er waren prijsvragen via Europan zijn er projecten tot stand gekomen. De corporaties bouwden zelf en hadden een relatie met architecten waar ze vaak langer mee werkten, waarmee kwaliteit werd gegenereerd. Dus er is eigenlijk altijd van alles aan de hand geweest. En als ik nou voor de laatste jaren terugkijk naar de productie, dan schrik ik helemaal niet van de projecten die we die zo met de schijnwerper erop worden ontwikkeld. En natuurlijk is nog niet alles af, maar waar ik wel van schrik zijn de gebouwen die in de transformatie, die dus opgekocht zijn door partijen die dat snel hebben willen kopen en daar studentenwoningen in gedaan hebben of hele kleine appartementen. Daar zit nou juist, als je daar gaat kijken, dan denk je echt van, oh jee, wat is hier aan de hand? U herkent projecten, vermoed ik, in deze zin. Want u zit zo te lachen. Ja. Dus u zegt eigenlijk, nee, dus het antwoord is altijd op uw vraag, maakt u zich zorgen over de kwaliteit? Nou, terugkijkend, 17 jaar, antwoord nee, kwaliteit is vrij goed. Maak ik me voor de tenders niet zo zorgen over andere ontwikkelingen, die 75% zit dat dan in, wel. Tweede vraag is, bent u bang dat een heleboel grote kwalitatieve organisaties niet meer mee willen doen? Ik formuleer hem iets breder dan uw eigen particulieren. Kwalitatieve organisaties vanwege deze hoge eisen niet meer mee willen doen met het tellenproces. Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee. Want er komen steeds andere partijen ook weer op. En sommige oude partijen die roepen soms wel heel hard, we gaan niet meedoen aan deze tender. En dan maken we die envelopjes open en dan zitten ze er toch weer bij. Goed. En het is allemaal vertrouwelijk. Dus ik wil graag nu namen, maar dat doen we niet. Nee. Ja, meneer. Ik heb een vraag voor die meneer van de projectontwikkelaarskant. De tijd en energie die je insteekt in dat creatieve proces om zo'n tender te doen. Hoe verdien je dat dan terug als je niet wint? Nou, wij kijken er altijd op twee manieren naar. Eén is, als we meedoen willen we winnen. Anders doen we niet mee. Hè. Dat moet een primair uitgangspunt zijn. Maar we vinden het ook een manier om innovatie te stimuleren. Dus we gebruiken het ook. Wij zijn onderdeel van de BAM-groep. Hè. Dat zijn onze bouwers. En wij gebruiken het heel erg om met elkaar te innoveren langs de lijn van een tender. Omdat dat focus geeft. Je moet binnen 3 maanden iets doen. En daar kun je, of korter of langer, hè, dat afhankelijk van. En dat stimuleert een enorme innovatiedrive binnen ons bedrijf. En dat vinden we heel erg leuk. En het is ook
binnen het bedrijf. Wij zijn een bedrijf waar iedereen bij elkaar zit. Dus we hebben in-house allerlei dingen, allerlei disciplines. En je merkt dat een tender heel erg stimuleert. Dat je elkaar leert kennen, dat je snel... Een relationeel proces is het eigenlijk. Nou, het is gewoon een groeps... Ja, tenders, het is gewoon, het gaat ook in de basis over de groep. Dus wat heb ik geleerd afgelopen jaar? We hebben heel veel, niet alleen in Amsterdam, landelijk dingen gedaan. Tegenwoordig voel je bijna binnen 2-3 weken aan van dit gaat hem worden of niet. Ja. Als er geen spirit is. Thermometer, ja. Ja, je voel je gewoon meteen als het aan tafel niet, als mensen niet eager aan tafel zitten, dan kan je net zo goed mee stoppen. Ja, dus je zegt het is eigenlijk een soort toets voor onze groepsprocessen, onze kwaliteit van ons werk, eigenlijk een nieuwe resource instrument. En het is R&D. Het is research and development. En het is nog een, dat is tegenwoordig ook weer een argument bij ons, dat de markt van alles is omhoog getrokken. Hè, dus ook de arbeidsmarkt. En wij vinden het ook belangrijk als bedrijf om zeg maar naar buiten toe te laten zien dat we met dit soort dingen bezig zijn. Omdat het ook een manier is waarom mensen graag bij ons willen werken. Ja. En wij vinden het ook PR-wise gewoon goed om in die voorhoede mee te willen doen. Op 3 niveaus hebben wij belang bij die tender. Ja, dit is het antwoord. Het zit op andere waardes dan de financiële terugverdienen. Niet op geld. Op uiteindelijk is geld natuurlijk... maar laat het heel duidelijk. Wij zijn geen liefdadigheidsinstelling. Dus uiteindelijk moet er ergens... Even heel simpel. Nou, er zijn vijf tenders en je verliest 4 keer. Wat doe je dan? Wij kunnen niet per se heel veel doen. Hè? Dus de grote valkuil die je dan kan gaan doen is dat je denkt, ik moet nu winnen. Dan ga je dus helemaal niet winnen. Dus je moet keep calm and carry on is ons logo, ons motto. Geen enkele zin om in paniek te raken. Want je geeft het geld met volle overtuiging uit. Hè? Dus wij zijn daar best wel intern... Nee, maar hij meneer bedoelt eigenlijk, dan moet u dus de winsten halen. Ja, maar dat is natuurlijk, laten we daar glashelder in zijn. Als er 10 partijen meedoen... Want ook de preselectie, ook al is het weinig werk, dat vind ik echt supergoed. Maar als er soms doen we wel 20-30 partijen mee, moet het toch allemaal even boekje fabriceren. Je moet iets vragen. Nou, dat kost toch, wij betalen altijd adviseurs. Hè? Dus we gaan altijd architecten betalen, iedereen. Nou, als je dat dan 20 doet, dat gaat best wel veel geld in om. Dat is, dus dat komt, uiteindelijk komt dat uit die 100 woningen in een project, daar moet het uitkomen. Precies. Dat is... Sorry, mevrouw Lebesk, u wilde antwoord op deze vraag. Nou, misschien komt het nog wel aan de orde, maar veel partijen zeggen ook, veel pensioenfondsen die kloppen ook bij ons aan van ja, maar wij kunnen nu niet meer investeren, want wij willen eigenlijk dat middensegment bouwen, maar dat is te duur. Dat is misschien zo, maar ik ben ook blij verrast met wat Johan zegt van de AM uit. Kijk, ontwikkelen en het financiële risico ook daarvoor nemen, dat is echt een vak apart. En de laatste jaren zijn de pensioenfondsen heel erg ingestapt in de tenders. Wij vroegen dat ook als gemeente, omdat wij financiële backing wilden hebben al heel vroeg in het proces. Dus pensioenfondsen konden zelf gaan ontwikkelen. Maar misschien... is het ook goed dat dat weer echt het vak van de ontwikkelaar wordt die het risico neemt. En vandaag was het ook wel een mooi nieuwtje dat het sluishuis dat ontwikkeld of gewonnen is, de tender door Van der Vorm, een ontwikkelaar, dat alle woningen gekocht zijn, overgekocht zijn door het pensioenfonds, Bouwinvest. Dus laat de ontwikkelaars een vak doen en daarmee ook de vernieuwing opzoeken. En echt die nieuwe technieken, ook wat betreft duurzaamheid enzovoort, echt uitwerken. En als het product daar is, dan kan het pensioenfonds met zijn aandeelhouders, waar ze allemaal moeten beslissen of ze wel of niet meedoen en rendement enzovoort, beslissen of ze afnemen of niet. U zegt dat is een vak. Dat is een mooi traject. Dat vindt u allebei fijn om te horen. Dat is vak apart, ja. Die erkenning vindt u prettig, neem ik aan. Goed om te horen. Nee, maar ik onderschrijf alles. En je hebt altijd als ontwikkelaar gewoon zelf de keus om aan een tender mee te doen. Amsterdam Station hebben we gewoon bewust niet gedaan. Wij hadden ook een aantal investeerders gewoon benaderd. En wij kregen te horen, het wordt gewoon heel krap. En ook omdat er weinig tijd was, hebben we gezegd, nou weet je, laten we die gewoon even zitten. Maar 11 anderen hebben wel. Ja, de O-kavel komt er nu weer aan. En bij mij begint die energie alweer te bruisen om dat ding weer op te pakken. Niet enthousiast worden. Ja, nee, maar het is nog voorselectie. Dus,
even de markt al wat zenuwachtig laten maken. Oeh, BPD gaat meedoen. Nee, ja, maar... Goed. Nee, maar het is weer een hele leuke tender. En, ja, ja. Dus we zijn nu met een architect bezig en wat andere adviseurs, ja, enzovoort. En ja, dan begint dat weer te groeien. Ja. Ik peil, als ik zo doe, dat is ja, voor de mensen die mij niet altijd zien, maar als gespreksleider probeer ik terwijl er wordt gepraat al te weten wat de volgende stap is, wat die we gaan nemen in dit gesprek. Doe ik zo en dan peil ik even wie er allemaal wat wil zeggen. Ja. Dan weet nog, u dat. Dat ze nog, één ding, nog één ding over sociale huur. We hadden het net even over de prijs van sociale huur. Ja. En ik doe vaak al dingen ook met Onno. En eigenlijk hebben we daar een hele leuke formule in gevonden. Wij zeggen van, joh, we hoeven niet aan te verdienen. We hebben een vaste AK en voor de rest geen winst. En AK, doe me even... Dus algemene kosten. Gewoon, ja, gewoon algemene kosten. Dus dit is gewoon wat we eraan willen verdienen, klaar. Ja, dus de salaris en het kantoor en dat zit. Het is geen winst. We doen ook niet aan bonussen. U doet ook niet aan bonussen. Nee hoor, nee, natuurlijk niet. Ja. Maar... Het was een beetje onduidelijk antwoord, dat. Ja, daarom, ik zat er... Maar één ding. Wij hebben wat mensen van de gemeente aangenomen. Maar ik kan wel vertellen dat bij de gemeente goed verdiend wordt. Dus die salaris... Ja, hey. Dus het lijkt of er bij die ontwikkelaars zo wil... Maar dat is gewoon niet zo, Sabine. Dus, dus die is dan ook uit de wereld. Maar wat leuk is, we zijn met elkaar in Zuidoost zijn we bezig. En daar ben ik de voorvechter ervan dat de koopwoningen exact gelijk zijn als de sociale huurwoning. Dus ik zeg tegen Onno, ja, weet je, ik wil je dat huis wel verkopen, maar je gaat dat en dat en dat er niet afslopen en wegbezuinigen. Ja. Want ik wil het gewoon één buurt laten zijn. En dan neem je ze maar niet. Dus ik forceer ze wel naar gewoon een iets mooiere woning en betere kwaliteit. Maar dat is gewoon beter voor die hele buurt. En dan heb je gewoon geen onderscheid tussen woningen. En dat gesprek is heel goed mogelijk, en dat zegt is u. Heel goed mogelijk. En we laten alles gewoon zien, want Onno krijgt ook gewoon de begroting van de aannemer. Hij kan eigenlijk gewoon zelf zijn kostprijs voor die woning uitrekenen. Dan heb je gewoon eigenlijk nagenoeg geen discussie. Goed. Het gaat alleen maar over kwaliteit en niet over die prijs. Ja, duidelijk. Heeft de gemeente wel eens overwogen om de verliezers in een tender, van de vijf, zeg maar vier verliezers, finalisten, om die te vergoeden op een bepaalde manier? Gebeurt dat? Of, ja, in de tweede ronde, als je bij de definitieve selectie zit van 3, 4 of 5 partijen, krijg je daarvoor een vergoeding. Maar die heeft echt helemaal niks te maken met de werkelijk te maken kosten. Maar er is een basisvergoeding. Een soort symbolisch bedrag. Mag ik het zo zeggen of is het veel substantiëler? Nou, symbolisch is een beetje erg, maar het is... Het is een symbolisch bedrag. Oh. Goed, het is een symbolisch bedrag. We moeten straks even wat normen met elkaar bespreken. Hè? Bij de gemeente wordt er veel, het is een symbolisch bedrag. Dat is echt een heel goed gesprek voor aan de bar. Dat doen we niet hier op het podium. Dank voor deze vraag. Ik kijk even de zaal rond of er nog mensen zijn die iets willen... Ja. Ja, hallo, over dat sluishuis. U zei Bouwinvest neemt het helemaal af. En die kunnen later beslissen of ze dat wel of niet doen. Ik begrijp dat niet helemaal. En waar hangt dat vanaf? Nou, zo zei ik het niet. Het nieuws vandaag in 020 was dat Van de Vorm heeft het ontwikkeld dus. Die heeft ontwikkelrechten. Die is bezig met het verder ontwikkelen. Het is nog niet gestart, de bouw. Maar wat je vaak ziet is dat een ontwikkelaar een tender wint en dat daarna, nog voordat het project gerealiseerd is, verschillende partijen die woningen willen hebben, beleggers of die woningen afnemen van de ontwikkelaar om vervolgens in hun eigen portefeuille op te nemen. En dat is te verhuren of te verkopen. Dus Bouwinvest bijvoorbeeld, maar we hebben natuurlijk ook andere pensioenfondsen, Achmea, Sintris, Amvest, die ontwikkelen ook zelf. En ze doen ook zelf onder eigen naam mee met een tender. Maar wat ook vaak gebeurt is dat dus een ontwikkelaar wint en dat ze het achteraf afnemen van de ontwikkelaar. Alle huizen kopen en dan weer zelf bepalen of ze dat weer verkopen of verhuren. Ja. Wat? Nee? Wat is die waar? Verhuur. Alleen voor de middellange? Nee, dit was een sociale huur. Ja. Oké, sorry. Tuurlijk, of course. Dat is mijn probleem, dat ik denk, worden die woningen dan nog verkocht en voor welke prijs? En wordt dat pas over een paar jaar bepaald? Hoe zit dat dan? Als bijvoorbeeld nu de voorwaarde is dat het middensegment huur moet zijn, dan was dat
tot afgelopen zomer, dat het voor 15 jaar vast moest zijn in het middensegment huur. En dan na die 15 jaar mag je het verkopen. Mag je het uitponden, zoals dat heet. Nu is die, die grens na 25 jaar gelegd. En dat betekent dat dus pas na 25 jaar een eigenaar van zo'n woning mag verkopen in plaats van verhuren. En ook de huur is vastgelegd. Precies. Goed. Mijn naam is Lars Mosman en ik heb eigenlijk een vraag. Je bent begonnen met we willen hier wat van leren. Ja. Het is natuurlijk, het tenderproces in Amsterdam is redelijk succesvol. Andere gemeentes kijken er ook naar. Maar ik vind het ook wel leuk om de panelleden te vragen, wat kunnen we nou beter doen? Het kan altijd beter. En ik vind het wel leuk om van de ontwikkelaars, maar ook van de gemeente te horen, waar kunnen we nou nog een beetje beter doen? Ja. Goeie vraag. Panel. Gaan we eens naar de ontwikkelaars, dat is dan verstandig. Hè? Wat zou ik willen tweaken? Hè? Nou, kijk, iets meer ruimte om ons nog meer te kunnen laten onderscheiden zou ik leuk vinden. Welk opzicht, hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld, we hebben ook meegedaan, uiteindelijk niet ingeschreven, aan de tender van de Kop van de Zuidas. En uiteindelijk was dat ook een hele strakke uitvraag. Uiteindelijk heeft de AM die gewonnen. Maar als je dan naar de uitvoering kijkt, dan ligt hij heel dicht bij wat wij hadden willen inzenden. En dat vond ik wel leuk ook bij de Spaarlammer School. Dat je echt hele verschillen in inzendingen had. Dus u zegt eigenlijk, hoe strakker de tender, hoe meer die gebouwen allemaal op elkaar lijken. Ja. Dus je moet eigenlijk iets meer ruimte houden. Welke punten moeten dan anders zijn in de tender om die creativiteit en die diversiteit in renders, tenders, antwoorden te krijgen? Nou, kijk, in een bouwenvelop krijgen wij vaak gewoon een contour van een gebouw uitgetekend. Ja. En dan wordt er vaak nog wat aantal sprongetjes wat je mag maken, wordt ook nog gewoon vastgezet. En natuurlijk, architecten zijn super creatief, maar je zit behoorlijk vast. Ja. Maar dat is volgens mij wel ook, dat was een van de vragen, hoe zit dat met de samenhang in zo'n gebied? We willen niet allemaal hele leuke iconische gebouwtjes die helemaal nergens bij elkaar opslaan. Hè? Dus we hebben een soort visie als stad. En dat is daar toch het gevolg van? Maar het hoeft ook niet uit te sluiten natuurlijk. Hè? Dus, Ja. Okay, gaan we zo reactie vragen. Wat zou u iets willen tweaken? Nou, ik zou het wel leuk vinden om ook andere formules ook te testen. Dus in een andere, laten we zeggen, buiten Amsterdam, moesten we recent een sollicitatiebrief schrijven. Het is geen tender, maar een brief waarom wij de personen zouden zijn om dit te kunnen doen. En die verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen om het stuk stad te maken. Nou, vond ik eigenlijk heel... een visiedocument in een andere vorm. Ja, maar helemaal geen... Want daar worden we altijd een beetje zenuwachtig van. Hè. Gij zult 6 pagina's zus. En dan wordt het allemaal... Het was gewoon vormvrij. Maar vormvrij, dat was gewoon één A4'tje. Super strak juist, maar wel... en dan stond maak duidelijk waarom jullie het team zijn wat dit gaan doen. Want uiteindelijk, iedereen kan een gebouw bouwen. Hè. Dat is op zich niet per se heel... Maar wie ben je om het te integreren? Dus wij zien ons werk heel erg als het integreren van allerlei technische en ruimtelijke aspecten. Dat zouden we erg leuk vinden op nieuwe manieren. En wat Edward zegt is natuurlijk altijd een beetje ook merk ik in ons team als je een bouwenvelop. Ja, ik weet alleen maar wat in mijn hoofd zit. En wie ben ik om te beslissen dat iets er op dat moment zo uit moet zien? Dus ik vind iets meer ruimte. En wij zeggen intern ook nog wel eens, met plots maak je geen stad. Hè? Dus dat is ook een beetje, moet elk gebouw heel bijzonder zijn. Dus daar zitten we ook altijd een beetje, wat voor mij zei Tom dat ook, heel veel is gewoon standaard. Ja. Maar in sommige gebieden ontstaat, omdat er een soort race is, een soort vraag om steeds maar weer bijzonderder te gaan worden. Terwijl, ja, ik heb ook wel eens vroeger een soort collage gemaakt met alle monumenten van Italië erbij. Hè? En dan zie je zeg maar de Dom en de Toren. Als het allemaal naast elkaar staat, dan wordt het allemaal wel een beetje heel erg veel. Dus heel veel dingen moeten schreeuwen en dus het kan ook wel wat rustiger. Dat zou ik wel goed vinden voor komend jaar om af en toe wat rustiger te zijn. Kwaliteit kan ook juist zijn geïntegreerd, niet iets wat niet zichtbaar is soms onwijs kwalitatief goed. Geen iconische gebouwen juist. Het hoeft allemaal niet zo. En ik zou het leuk vinden om andere manieren gewoon elkaar, want het is, wij zeggen altijd samen stad maken. Maar de communicatie, veel van de geschetste voorbeelden vandaag ook, die zijn natuurlijk, je krijgt spullen en dan moet het op een zeker moment weer terug. Maar de communicatie van het, want je begint natuurlijk een proces waarin je dat samen gaat doen. Maar in de tender zelf is daar over het algemeen in de stad Amsterdam wat weinig aandacht voor. Ik vat samen communicatie en participatie in het proces,
iets meer creativiteit of vrije vorm ook in de manier waarop je mag meedoen met de tender in de eerste ronde in ieder geval. En iets meer ruimte ook in de schetsen of de eisen, zodat creativiteit ook mogelijk is, omdat anders gebouwen wel heel erg op elkaar gaan lijken. Dat waren de suggesties van deze heren. Korte reactie? Ja, allebei ja, leuk, doen we. Ik bedoel, moeten we meer doen, die openheid. Maar er is nog wel een ander punt wat ik zou willen veranderen, persoonlijk. En daarvoor was eigenlijk misschien wel die vierde stoel bedoeld. We ontwikkelen, als gemeente geven wij onze grond nu uit aan een ontwikkelaar. Aan een investeerder, een belegger. Maar... tot voor de crisis deden we ook wel eens dat we architecten vragen om het beste ontwerp te ontwerpen. En vervolgens daarna vragen welke ontwikkelaar gaat dit ontwerp in de markt zetten. En dat gebeurt in het buitenland eigenlijk best wel veel. Dus je hebt selecties vanuit de gemeente onder ontwerpers, onder architecten. En vervolgens ga je dat daarna wegzetten. Mogen investeerders. Want nu hangt de architect ergens achteraan die investeerder. En dat komt dus niet altijd de kwaliteit ten goede. U zegt dat herkent u niet, hè? Of wel? Want u zei zelf, wij doen heel erg graag met jonge architecten, proberen we in ons team te krijgen. Nou, het gaat gewoon om professioneel opdrachtgeverschap. Ja. Er was recent gisteren in het NRC, Marjolein heeft een brief geschreven, vind ik heel goed hoor dat ze dat doet, van jonge mensen krijgen geen kans. Maar wij kunnen in principe iedereen opdracht geven die bij ons aanklopt. Maar wat vindt u van de suggestie van mevrouw Lebesk? Ja, leuk als je Lebesk... Nou, dan ga je meer... Ik zie het heel interessant, maar dan is de rol, daar zoek je eigenlijk een bouwer bij een plan. Dat op zich gebeurt dat, dus ik weet niet wat wij daar dan nog... Maar in Amsterdam niet meer. Nee, niet in Amsterdam. Nee. En dat zou mooi zijn om dat ook te proberen. Kijk, niet alles hoeft op dezelfde manier. Iedere tender is steeds weer anders. We hebben nu een tender uitstaan voor Centrum Eiland. Dat is helemaal circulair. En natuurlijk, we weten nog niet wat echt circulair bouwen is. Dus dat is ook een open end. We moeten maar zien hoe circulair bouwen gaat. Ik zei net al, gisteren leidde ik hier het gesprek rond de verkiezingen van de gemeenteraad. En daar werd toen de meerderheid van de partijen heeft gezegd dat zij zullen eisen bij de volgende coalitieonderhandelingen. Dat vanaf 2020 alle gebiedsontwikkeling circulair is. Dat is mooi, maar we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe die gebouwen eruit zien. Weet u, geachte politici, hoe revolutionair dit is? Als we al niet weten hoe die tenders eruit zien, laat staan dat we weten als ze ook nog circulair zijn. Dat is heel spannend, vond ik dat, die opmerking. Nee, goed, dus u zegt eigenlijk wil ik ook wel gaan experimenteren waarin ik die architecten eigenlijk naar voren haal, centraal zet en dan daarna pas een gebouw. Dus eigenlijk een knip zet in dat proces. Ja. Interessante ook... Dat kan als dat hebben we natuurlijk bij openbare gebouwen zoals de openbare bibliotheek. Dan doen we dat wel eens. Maar dat zou je ook wel eens kunnen experimenteren met gewoon woningbouw en op een andere manier dat doen. Bijvoorbeeld met Europan, de Europese prijsvraag die we hebben georganiseerd voor 5 locaties in Amsterdam. Gaan we nu ook die jonge ontwerpers, tot 40 jaar dan, dan ben je nog altijd jong als architect, direct opdracht geven als gemeente om verder te werken aan de stedenbouwkundige studie bijvoorbeeld. Of dat ook tot een gebouw leidt, dat is dan weer een verhaal. Maar we proberen echt wel te experimenteren met verschillende vormen van opdrachtgeverschap. Ja, dat is heel fijn nieuws voor de architecten en zeker die onder de 40 zijn hier in de zaal. Maar leuk. Nou, 2 toezeggingen. Vrije vormen komen iets vaker, gaan we iets vaker zien. En ook in de vorm van dat visiedocument, dat daar ook iets meer creativiteit geboden wordt. En jonge architecten, vaker zult u de kans krijgen om zonder enorme kapitalen achter u toch al uw fantastische ideeën te lanceren. Dit was het. Het is 10:06. Aan de bar gaan we nog een normengesprek voeren. Daar bent u van harte bij uitgenodigd onder het genot van een drankje. Hartelijk dank voor dit panel. Ik hoop dat u even met mij samen wil applaudisseren voor hen. En hartelijk dank aan u voor uw geconcentreerde aandacht. Dank daarvoor. Het was een lange avond, maar ik hoop dat we wel iets geleerd hebben. Dat was namelijk het doel van vanavond. Ik krijg altijd op het scherm van het pakhuis altijd een paar tips. En dat zijn dan de programmamakers van het pakhuis. Die gaan dan echt nadenken. Bij deze zaal horen deze suggesties. Nou, dat is dus dat u morgenavond kunt komen spreken over de toekomst van werk. En dat gaat eigenlijk over hoe je ruimtes, waar buurten ook maakt in Amsterdam, waar je ook mag werken en kan werken.
Hartelijk welkom. Ik zal dat modereren. Op vrijdag hebben we een hele studiemiddag over het recht op zelfbouw. Er is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een zelfbouwteam. En die stimuleert eigenlijk gemeentes om veel vaker niet aan ontwikkelaars gebieden uit plots uit kavels uit te geven. Maar juist het zelfbouw. Dat kan eigenlijk veel meer. Er is in Engeland zelfs een wet nu, die maakt dat je dat eigenlijk mogelijk maakt. En daar komt iemand over spreken uit Engeland. En dan op woensdag 7 maart is er een avond over in het kader van de coöperatieve stad, waarin we praten over hoe innovatieve woonconcepten meer ruimte kunnen krijgen in de stad. U bent van harte welkom bij een van de drie avonden of middag. En anders hoop ik tot de volgende keer in Pakhuis de Zwijger. Dank u wel. APPLAUS